Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe video. We gaan weer lekker bingo doen en dit keer voor het eerst samen een map randomizer met Sander van Gaming SB. What the fuck? Mensen van Gaming SB, we zijn hier gewoon met bingo, map randomizering. What the fuck? Nando is er ook weer bij. Yes, yes, zoals gewoonlijk. Vandaag ga ik verliezen. Yes. Het wordt een keer tijd dat je gaat verliezen, ja. Inderdaad. Oh, jee. Voor de mensen en voor Sander een beetje. Wat de bedoeling is, het is een map randomizer, dus elke deur wordt je ergens anders naartoe geteleporteerd. We hebben een bingo kaart. Ik denk dat we eigenlijk dezelfde regels als de vorige keer aanhouden. Ja. We gaan gewoon je hebt gewonnen als je de hele bingo kaart hebt. Als het 4 uur is, zullen we 4 uur afspreken? Ja, dat is wel netjes. Ja, dus ja. Dan kijken we als het 4 uur is wie de meeste punten heeft, zeg maar. Oké, en ik kan gewoon klikken, neem ik aan, als ik eentje... Ja, en dan, maakt hij een kleurtje, zeg maar. De volgende Pokémon, of de volgende challenges moeten we, zeg maar, halen. We moeten een Slugma vangen, een Psyduck, Growvile. We moeten een Blue Flute hebben, een Ralts, een Pokémon met Self-Destruct of Explosion... Mightyena. Ja, Grafflefur, ja. Inderdaad. TM41. Doduo of Natu. Battle every trainer in each gym you enter. Die wordt lang. Ja, inderdaad. Ja. Beat all 10 trainers on route 116. Full beat, dat is Nando's favoriete. Ja, de 1% encounter. Yay. 1% encounter. Amulet Coin, Macho Brace, Oddish, Azumarill, hey. Don't pay for your museum trip. Ja, je moet gewoon niet genoeg geld hebben om te kunnen betalen, dan mag je gratis naar binnen. Oké. Electrode of Magneton, beat Aqua Admin met Carvana en Sharpedo. We hebben de vorige keer gedaan dat je moet gewoon een Aqua Admin verslaan die een Carvana of Sharpedo heeft, zeg maar. Ja, ja. Zo. Ik dacht, beat him with a... Ja, nee. Steal an opponent's item. Oeh, die is wel lastig. Je moet dan moet je de TM Thief hebben. Mm-hmm. Ja. Collect 20 Pokenav names. Dat is ook best wel lastig, denk ik. Pokémon met a multi-hit move. Gyarados. Play at the game corner. En Ja, fun. En catch 6 different generation 1 Pokémon. Oké. Dit is wel pittig. Dit is echt best wel moeilijk, want ook al die items, ik ben niet goed genoeg in Emerald om te weten waar die items liggen. Het voordeel is, je mag Google gebruiken. Ja. Oh ja, dat werkt ook zo makkelijk. Dus als je dat... Ja, maar Sander, je hebt vast een telefoon bij de hand waar je kan googlen. Ja, dat moet wel lukken. Als het leeg is. Oké, en Sander, we spelen met 200 zonder geluid en met speedknop. Ja, met speedknop. Oh, met speeding. Ja. Speedknop. Wacht, maar bij mij is speedknop niet die... Wacht even. Ja. Zorg dat je controles even fixen. Dan gaat die op 2000. Dat is denk ik Dat maakt niet uit, want het is gewoon een speedknop, toch? Ik weet niet hoe die bij mij gaat. Ja, bij mij gaat die ook op 2000. Dat is gewoon normaal. Oké, zo. Jullie doen dus wel zonder geluid. Ik heb helemaal moeite gedaan om geluid te fixen. Met speedknop is geluid echt kut. Ik doe er gewoon een beetje onder. Ja, dat weet ik. Dat had ik alleen niet aan gedacht. Dus je mag een mooie lijstje met... orchestrated nummers aanzetten, net zoals met Milan. En zorg ervoor dat je genoeg save states zet, want het kan wel zo zijn dat je een beetje gesoftlocked wordt of dat je ergens niet uitkomt. Ja. Want is dit vanilla of is dit ook met dat elk huisje dat je weer geteleporteerd wordt? Het is wel, het is gewoon echt wel map randomizer, zeg maar. Oké, dus het is map randomizer gewoon... ook, Sander. Dus elk deurtje vanaf Old Dill Town, dat is weer een andere locatie. Ja, dat wordt heel spannend. Ja, voor jou is het ook de eerste keer, dus dat snap ik al dat spannend wordt. Oké. Helemaal ding. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ik sta opnieuw. Nee.
Jawel. Oké. Ik ben ook aan het drukken. 3, 2, 1, go! Oh yeah, let's go! New gaming. Milan, dat was echt geweldig de laatste keer. Echt maar hoor. Ik denk dat ik dit keer niet kan winnen. Heel jammer. Lastig. Ik denk dat ik sowieso niet kan winnen. Ik ben niet echt veel te Ik denk dat Nando wint al die map randomizers, joh. Ik ga er gewoon vanuit dat hij wint. Oké. Als we het met shinies het... deden, dan won jij altijd. Ja, man, dat sloeg ook echt helemaal net. Oh, fuck. Die regel heb ik bij de normale crystal randomizer wel altijd. Dat als je een shiny hebt, dat je nog 2 extra kansjes krijgt. Dan heb je ook een odd egg, dus dan heb je ook meer kans dat je een shiny krijgt. Nou, Milan had Ja, dat sloeg me helemaal op. Ik ben zo meteen benieuwd wie als eerste al een fout heeft gemaakt. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar, Eerst al een fout heeft gemaakt. Ik heb de starter. In het begin is het nog niet map randomizer, denk ik. Nee, eerste stadje sowieso niet. Vanaf Old Town. Dus de volgende stad, dan alles waar je ingaat, dus ook Pokémon Center en wat dan ook, dat is gerandomized. Oké. Maar we moeten eigenlijk wel Trico kiezen, toch? Ja, dat was de fout waar hij het over had. Ja, inderdaad. Heb je Trico gekozen? Ja, ik heb Trico gekozen. Dan jij ook, Milan? Ja, zeker. Dan heeft niemand de fout gemaakt, want anders kan je bingo kaart niet vullen helemaal. Ja. Ik noem hem... Echo? Nee. Crazy, je mag trouwens, als je een fout voor iets maakt, mag je gewoon, zeg maar, je save state opnieuw laden. Dat is geen probleem. Ja, inderdaad. En je kan altijd nog Ctrl-R ouderwets. Ja. Hard resetten. Hard reset is ook natuurlijk mogelijk. Maar je mag dus gewoon save staten. Ja. Oké. Dat is namelijk bij een map randomizer is dat best wel essentieel. Ja, zeker. Oké. Daar zijn we dan wel op de manier achter gekomen. Ja. Dan ga ik gewoon hier dat doen. Shit. Oké, waar komen we uit? Oh, dat valt wel mee. Dat is wel... Oké, I guess. Oh, meteen... Ja, nee, daar had ik niet aan gedacht. Oké. Heb je niet aan gedacht? Mijn leven. Hey, trainers. Trainers. Ja, die zitten wel gewoon in de game, Trainers do be having stronging Pokémon. Ja, ik was in een route en toen dacht ik... Oh, dat is nice, want dan ben ik verder in de game. En toen... Oh ja, wacht maar dan. Dat is ook... Minder nice. Ja. Heb je die zo Het moet sowieso... Oh, deze staan er allemaal niet op. Oké. Oh, wat? Wat is dit? Waar komt dit uit? Oh, ik ben helemaal hier. Oké, ik ga gewoon random shit, denk ik. Ik moet gewoon door. Aan de andere kant, als ik doorga... Oh, dit was heel dom. Jee, ik ben dood. Jee. Ik ben ook al een keer dood gegaan, hoor. Ik ook. Hè. Dat is niet zo'n heel groot probleem. Oh, iemand heeft al een rolt. Oh, heb jij de 4% kans, Medi? Oh, jee. Voor nog wat. Oké. Ik heb ook geen idee. Ja, nee. Dat is... Ik wou zeggen, ik heb ook geen idee welke kant ik op moet. Want alles is randomized, maar dat hebben jullie natuurlijk ook niet. Nee, het is voor iedereen is het gewoon random. En ik heb een goed huisje. Oké. Nee, zolang je de masterball niet hebt, dan... Nee, dan roep ik het wel. Is dat deze? Oh, wacht, deze is wel... Geen pokeballs, kutzooi. Nee, dat was dom. Dat komt natuurlijk omdat ik... Normaal gesproken kun je natuurlijk kopen, maar nu niet. Je kan ze wel kopen, maar moet je wel het juiste huisje vinden ervoor. Ja, dan moet ik wel toevallig één van de dingen tegenkomen. Hoe zit dat eigenlijk? Want je hebt natuurlijk x aantal markts. Mm-hmm. Heb je ook dan meer kans dat het... Hey, Pokécenter. Heb je dan ook meer kans dat het een markt is? Zeg maar, elke Nee. Ja, het is een beetje gelijk.
Pokécenter. Oké. Pokécenters zijn best wel nice hoor. Ik haat het altijd als ik geen Pokécenter kan vinden. Ja, dan ben je wel een beetje klos als je het niet vindt. Oké, ik moet nu vooral onthouden waar die guy was. Dan heb ik één van... Ja, dan ben ik op weg. Naar iets. Oeh, dit is big. Oké. Krijg je zo ook pokeballs eigenlijk? Volgens mij wel, toch? Ja, hij gaat nu alles uittesten. Lekker. Ja. Lekker, Sander. Zoals het hoort. Ik heb Rayquaza gevonden. Nu al. Ik was er net ook al in Skypillar, maar wel echt niet bovenaan, zeg maar. Oh, dit is huge. Alleen, ik kan niet meer terugkomen volgens mij op dat stuk. Dat is wel wat minder. Wat was dit ook weer? Oh ja, dit was die. Oké. Oeh, een Mew. Hier. Dan had ik die. Ja, en nu weet ik het niet meer. De Aaron. Mew is best wel een goud. Hoe kwam ik bij... Dit kan. Oh, hier, kijk. Oké, top. Kut. Zou dit werken? Ja, het werkt! Oké. Nou, dat scheelt. Nou, noem hem B. Dat vind ik een mooie naam. Oeh. Oh, shit. Ik had niet moeten... Oh, dit is ook wel chill. Gewoon gooien, denk ik. Oké, wat zonde. Bijna. Waar zit die fucking... Ik kan de ladder niet vinden. Kom ik nou terug? Help. Nou. Ik denk dat Sander al aan het leren is dat hij moet zeest eten. Ja, volledig. Nou, nee, want dan... ben ik ook progress kwijt. Want ik heb hier een guy Oh, ik kan natuurlijk gewoon doodgaan. Ja, dat is op zich geen probleem. Je wordt wel gedevworpt. Ja. Dus, gedevworpt. Weet je wat dat is? Nee. Dat je naar de Pokémon Center waar je het laatst bent geweest, word je gewarpt, zeg maar. Oké. Dat is een ding. Oké, dit is echt een kut. Oké, ik wil op zich die ene guy wel, maar dan zo risky. Oh, hier. Was dit hem? Heb jij voor mij... Dit is hem niet. Oké. Een mooie ultrabal. Oké, ik ben wel dood. Oh, en je komt ook buiten de Pokécenter waar je geweest was. Ja. Ja, niet binnen, dus... Oké, ja, dat is wel kut. Dat is wel echt kut. Ja, dan moet je... Kijk, ik kan die save state doen, alleen dat is zo risky. En dan ben ik wel die guy kwijt. Oh, een pokeball? TM 26. Nee, we moesten 41 hebben. Oké, hier heb ik niet zoveel aan. Hallo, Kaiork. Hallo. Jij ook hier? Ja, daar ben ik ook mee bezig nu. Met die Kyogre. Oké. Die gyms is trouwens ook echt wel kut. Oh, wat? Oh, nee. Ben ik gesoftlocked? Ja, volgens mij wel. Waar? Ik zit hier dus bij allemaal puntjes. Volgens mij is dit normaal waar je een Regigigas doet. Ja. Met die Braille-schrift. Ja, klopt. En de uitgang komt dan in Meteor Falls. Maar daar staan die guys met die Mighty Anna's. Deathwarp, of je moet... Ja, je kan jezelf dood laten gaan. Ja. Of je moet nog Pokemon? Een safe state hebben. Kun je je Pokémon vinden? Dat? Nee, ach, wel trainers. Nee, want... Nou, kom Nee, want die guys die vechten tegen elkaar. Oh, huh? Oh, daar zo. Dat is kut.
Ja, ja, laatste save state. Laatste ja, save laatste state. Save state. Spoiler. En dan niet meer daarin gaan. Dat is niet zo heel best voor mij. Okay, Milan gaat al zijn speer zo te zien. Die man die pakt alles wat hij pakken kan. Oh jezus. Ja, daarom zei ik al. Oh, maar die museum. Ja. Maar als je al in dat museum geweest bent door een warp, telt dat dan ook als niet betaald? Nou, ik heb echt letterlijk niet betaald, zeg maar. Dat ik had te weinig geld en toen mocht ik naar binnen, zeg maar. Ja, oké. Want volgens mij ben ik wel in dat museum geweest net. Maar ja, ik heb nu ook weer safe state, dus dat... Ik moet wel zeggen dat ik echt... Dat het echt niet opschiet, zo. Nou, ja, zegt de guy die... De guy die op drie dingen heet, oh, het schiet echt niet op. Ja, maar dat zegt helemaal niks. Ik weet niet of je de vorige hebt gezien, maar dat schiet echt helemaal niet op. Diegene die je vandaag geüpload hebt? Nee. Oh ja, die is vandaag pas online, ja. Wel slecht dat je die nog niet gekeken hebt. Ik heb verder ook nog een leven. Je moet blij zijn dat ik tijd heb gehad om dit te doen. Bro, oh shit. Paul gaat het niet leuk vinden als ze horen wat ik allemaal aan het doen ben met mijn leven. Nou, valt wel mee. Je bent je leven aan het verhokken. Nou, echt. Oh, die fucking Kyogre, bro. Sorry, jongen. Okay. Ik ben hem ook echt aan het verslaan dan. Huh? Hij is wel aan het vangen. Waarom zou ik hem verslaan als ik hem ook kan vangen? Ja, dat bedoel ik. Ja, tuurlijk. Als je zo'n Pokémon hebt, dan kan je door de hele game... Maar dan moet je toch die orb hebben? Hè? Huh? Dan moet je toch die orb hebben, of? Nee. Oh. Je zit in Marina's Cave. Of zat jij bij een andere Kyogre? Die met Archie. Ja, die zat ik volgens mij. Oh ja, nee, ik heb de andere. Ik heb die in Marina's Cave. Daar kan je hem vangen. Ik heb die waar normaal inderdaad Archie met de verkeerde orb. Zo doet ze van, ik snap er niks van. Hij snapt er ook helemaal niks van. Ja, dat dus. Oh, nu moet ik wel nadenken of ik hier wil. Het duurt te lang. Hij gaat er gewoon niet in. Ik heb echt 20.000 ultraballen gegooid. Kijk, cable. Maar jij hebt al ultraballs. Dat is ja, super. Eentje. Oh. Oh, maar met C-State, Sim. Ja. Anders word ik weer natuurlijk weggestuurd, hè. Ja. Ja, dat moeten we niet hebben. Dude, ik zag wel zo'n guy weer van... Ik heb met Milan tijdens een sessie met TSG gehad over een man van Man bij het Hond. Die helemaal een fascinatie had voor fietsen. Ja. En ik heb vandaag eentje gezien. Die had een duif. En daar ging hij gewoon mee fietsen en die duif die volgde hem gewoon en die ging gewoon op zijn hoofd zitten en ik veel wat. Zag je hem zo, zei hij, ja, ik ga elke dag 20 kilometer fietsen met de duif. Zie je hem zo fietsen en die duif ernaast vliegen. Boys, ik heb wel een legendarische Pokémon. Ik ben in Fallarbor Towning. Welke heb je? Mew. Ah, goed. Met een Pokéball. Ik heb Ralts met een Pokéball. Oké, ik vecht nu tegen een level 17 Skarmory, die was echt kut. Ja, die moet je... Daar moet je mee oppassen. Kijk, dit is niks. Oeh, bike shop. Dat is ook wel handig. Dat klopt, ja. Nou, deze zou ik nog wel kunnen... Nee. Nee, niet. Ik wou zeggen, deze zou ik nog wel kunnen verslaan. Nee dus. Why the fuck you lying? Hey, doe nou niet zo boos. Oké, waar kom ik hier? Naval Rock. Oh, hey Sydney, leuk dat je er bent. Nou, ik kom ook even kijken wat je aan het doen bent. Help. Nee, dat ging niet heel soepel, moet ik eerlijk zeggen. Die is wel makkelijk om dood te gaan bij Sydney, dus... Ja, dat is waar. Dat is geen probleem op zich. Oké. Ik heb nu een nieuw Pokécent, dus als ik dood ga... Oh, Rock Smash en zo. Rocking Smashing. Zeker Rocking Smashing. Oké, eens even kijken. Oh, deze guy wil natuurlijk sowieso vechten. Het zou wel handig zijn als ik...
de Master Belking kon vinden. Hier, nummer. Nou, daar. Zo'n Master Belking is wel altijd nice, ja. Ja. Dat is gunstig. Dat is. Gaan we die even checken? Dan krijg ik veel van die XP'tjes. Ja, geef maar. Oké. Okay. En hoe meer XP'tjes, hoe meer kans je hebt dat je de volgende battles wint. Inderdaad. Spoiler, gebeurt niet. Kut. Spoiler, het valt vies tegen. Oh, oh jee. Pokémon ook. Wat is dit? Dat is niks, inderdaad. Shit. Oh. Wait out. Oh, Rustboro City. Where the grass is green. And the girls are very pretty. Very pretty. And very big. Do we pogging? Oh my Rappel, god. Rappel, oké. Okay. Oh, dit is best wel groot. Kom op Wally, je kan het. Lekker Wally. Telt catch 6 different gen 1 Pokémon. Telt ook als je evolved? Nee. Je moet drie verschillende, zes verschillende vangen. Ja, maar als je een Magikarp hebt en die evolve je in Gyarados. Heb je nog steeds maar één gevangen? Dan heb je er één, ja, oké. Okay. Ah, omdat het volgens de Pokédex anders gaat. Ik denk just check in. Het mag, het mag. Het hoort er ook bij. Ja, ik ben niet zo pro, hè. Dus, jullie zijn zieke pro's in dit spelletje. Nou, dat valt ook wel weer mee, hoor. Jullie hebben het al duizenden keren gedaan. Zo'n beetje. Nee. Hoe vaak hebben jullie dit eigenlijk al gedaan? Ik denk iets van 5 of 6 keer. Oh, hier. Maar deze, dit wat we nu doen, hebben we echt nog maar 1 keer gedaan. Ja, dit is de tweede keer dat we dit doen. Ja, wow. Even iets checken. Ah, oké, ik zee steeds volgens mij echt te weinig, denk me net. Ja, dat was ook mijn valkuil. Dat is elke deden. Keer onze valkuil. Ja. Maar ik weet ook niet goed wanneer ik moet zee state, zeg maar. Gewoon af en toe voordat je een deurtje ingaat, helpt. Ja, oké. Okay. Zien jullie dat ook in de opname? Nee. Oh, top. Oh. Hey, is dat zo'n... Zo'n Koffing? Goeie Pokémoning. Koffing. Oh, nu weet ik niet meer hoe ik daar kwam. Ja, dat is dan al helemaal... Dat is ook nog weer een dingetje. Ja. Dat is gewoon een niet-handiging. In de dating. Eldoring, Mylanning. Dus niet zo'n mening doening. Doe helemaal niet je mening. Ja, da. Zeg de gemening, man. Nog niet. Heb ik al een shiny of... Weet ik niet. Oh, Victory Road. Nee, dat is leuk. Gezellig. Oké, wat is hier? Hey, ook weer voor Tree City. Wat? Nee, hij heeft al de 1% encounter. Meen je die? What the fuck, Milan? Wat is jouw speed luck? Ja. Wat is jouw probleem? Dat mag ook best. Jongen. Ook een Fortune City uit. Ik zoek nu een healing. Ik ben hier zo slecht in voor mijn gevoel. Nee, ga ik ook weer tegen die Roselia guy. Dat is niet slim. Joh, ik ben ook nu traag. Ik heb maar 1 vakje. Jij hebt een vakje. Niet. Wat is hierin? Oh, underwater. I do loving the underwatering. Dat valt op me erg. Oh, Mr. Briny is not homing. Dit is ook nutteloos. I do be needing. Oké. Okay. Ah, fuck, eigenlijk. Hier wilde ik niet naartoe. Oké. Okay. Ja, dit gaat niet werken. Ja. Nou, wat is dit? Waar ben ik nou dan?
Oh, een geheime hier. Tunnel. Nou, nee, dit is geen geheime tunnel. Nee. Hij heeft de secret gevonden. The secret of the jungle. Nee. Nou, so Root zit niet in deze game. Ah, dat zal je verbazen. Ja, ik moet betalen. Ah, liever Saru, of The Secret van de Jungle dan een Power of Us. Echt, wat was dat een kutfilm, zeg. Jezus, echt, wat een guy. Ik hoor een vrokkel. Ja, we hebben die film zitten kijken. Ja, we hebben die film hier zitten kijken toen ze hier waren voor Legend Arceus. Ah. Wat een kutfilm, zeg. Maar niet echt. Te doen. Zeg maar, ik ben niet vaak negatief, dat is niet waar. Maar, ja, hiervoor is het wel terecht dat Mion zo negatief is. Oké. Heel erg terecht. Oh, yo, ik ben burning. Laat me met rust. Kut Pokémon. Pokémoning niet in met rust laten. Oh, hoe kom ik daar nou? Maar nou, niet zo. Nou, volgens mij niet. Ja, ik heb het geprobeerd. I do be saving the stating. Oh, wacht. Stating the saving? Dat is wel cool, hè? I do be saving the stating. Oké, Charizard is bijna level 16. Pepping. Oh, kut. Ik wou naar Pokécenter gaan om te healen. Nee. Yes, let's go. 7. Maar ik dacht, laat ik eerst even naar Pokécenter gaan om te healen. Nee, dat werkt niet. Let's go, Sander. Waarom ben ik zo dom? Oh yeah. Ik ben dom. Oké, maar dat maakt niet uit. Weet je, komen we wel weer overheen. Shit happens, zeggen sommige mensen wel eens. Poep gebeurt. Poep kan wel gebeuren, ja. Ja. Ik heb al in mijn leven niet zoveel moeite gehad met een Kyogre. Man. Ik heb in mijn hele leven nog nooit zoveel irritatie gehad aan dat ik overal nergens ben, basically. Oh, een trainer! Ja, leuk! Nee. Ook level 4, daar heb ik niks aan. Ik heb een hogere leveling nodig. Oké, Sander, denk even na. Niet in een Pokécentertje gaan. Oh, zo'n potion. Die ken ik. Heel ziek. Oké, ja, inderdaad. In de dating. Heel pok. Oké. We kunnen de gym ingaan. Ah, niet de gym. Hoe kwam ik in dinges? Want daar kun je de fishing rod natuurlijk halen. Maar die heb ik natuurlijk niet gehaald. In Dewfort, ja. Dat is niet anders. Ja. Oeh, die moet ik vangen. Ik weet niet of die hem al kan, maar... Oh, dammit. Merk natuurlijk, kan die wel. Zubat vliegt. Dus... Ah, hij kan wel self-destruct. Oké, hoe kwam ik daar? Oké. Hij heeft een bevonding. Even kijken, volgens mij ging ik de gym in. Toen ging ik... Maat. Hier. Ah, kom. Ik heb eigenlijk iets van... Pokeballs nodig of zo. Pokeballs. Ja, die moet je wel even fixen. Want ik heb nu 4 Pokeballs. Ja, daar heb ik niet zoveel aan. Oh, hij heeft ook natuurlijk Rock Throw. Oh, Graveler is god. Graveler. Heeft hij ook al self-destruct? Nou, die van zo net wel. Dus ik hoop dat deze het ook heeft. Welk level was die andere? 30 en deze is 31, dus... Oh, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat hij... Ja, self-destruct, kabooming. Nou, doe ik die. Ik heb er één, hoor. Jezus, oh. Nu heb ik ben trots op je. In ieder geval één vakje. Ik heb ook wat. Ik denk maar net, als ik maat die wil... Ik ga wel naar... de quasar. Oké. Ja, kijk, zo net was ik dus... hier tussen, toen ik gesoftlock was. Ja, jullie zien dat niet, maar... Dus het heeft ook eigenlijk helemaal geen zin, want de kijkers hadden dat ook al gezien. Denk me net. Ja. Yes. Goed bezig. Leuk dat je meedoet, Sander. Gelukkig. Hey,
zo kun je wel lachen. In ieder geval. Zeker. Oké, wat we gaan doen Zeker is... Rang. Saving. Stating eening. Misschien moet ik ook meerdere C-states gebruiken in plaats van... steeds dezelfde, maar... Nee. Kun je bij je moeder ook nog steeds healen in deze game? Ja, zeker. Oh, maar dan is het niet zo heel erg. Hey, mama, help me, ik wil geheeld worden. Toen zei ze ja. Ze had geen ander antwoord. Ze gunde het. Oh, iemand heeft alweer zo'n Grovyle. Nou, het is niet heel moeilijk om te zien wie dat is. Oh, Grovyle leert Bullet Seed natuurlijk. Nee, Fury Cutter. Jongen, ga nou godverdomme in die bal. Kom op, man. Oh, wacht. Excuus. Die Fury Cutter, ik dacht dat dat een multi-hit move was. Ik moet echt... Nee. Oké, dan heb ik nog geen multi-move, zeg maar. Een multi-cut Ik heb geen pokeballs. Dit is echt kut. Een multi-cut. Ja, want ik wou dus... Fuck. Ik moet een ding vinden. Oké. Wacht, ik ga terug naar dingetje. Oh, nu ben ik een partijtje genaaid. En terecht. Nou, something. Save states, slot 2. Oké, en dan gaan we eventjes gewoon overal in. Hopen dat we... Cave of Origin. Leuk, maar niet wat ik zoek. Ah, ja, ja! Eindelijk! Rayquaza, hoppa. Oké, let's go. Oh, dan kun je gewoon zo'n sweep. Zo'n clean sweeping. Sweeping every Pokémoning. Oh, ik kan niet in dat huisje voordat ik de catching tutorial doe. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Oh, dit is ook leuk. Oké, okay, en nu is het gewoon... Moet die game heen beunen. Ban and chip. Oké. Oh, Pokémarkt, kijk. Het enige nadeel is dat ik nooit meer terugkom natuurlijk. En dat ik geen... Ja, dan moet ik Repel en Potion kopen. Bye. Great Ball kan ik sowieso niet, dus ik kan één Pokeball. Vraag is alleen, kom ik terug? Kan ik terugkomen? Oh ja, ja. Ik denk het wel. Ja, hier is de Magma Hiding houding. Ik vind het wel fijn dat we nu TM's kunnen leren. Oh ja, dat kon de vorige keer niet, inderdaad. Dat was echt zo kut. Dat was echt heel kut. Even kijken... I do be having surfing. Dit is ook wel weer een mooie plek. Oh, werkt als je load? Heb je dan wel nog steeds kans om te vangen? Of is dat predetermined eigenlijk? Het is niet predetermined. Oh, oké. Okay. Ik zat nu ook de hele tijd soft resetten en toen ineens ging je in de bal. Dan doet deze Geodude niet zo leuk. Oh, nu wel. Oké. Okay. Ik heb nu een Geodude en een ding. Oeh, een ding. Dus ik heb nu 3. Oké, okay, dat... Geodude is best wel sterk in. Oh ja, die zijn natuurlijk veel hoger level. Dus ik kan allemaal hogere mensjes verslaan. Bedenk me nu. Ja. Oh, wat dom. Daar had ik niet eens over nagedacht, ding. I'm snapping the stratting. File, save. Nu ga ik hier save. Dan ga ik naar een... dingetje waar ik Pokémon Trainering scan verslaan in. En dan kan ik terugkomen. Ja. Ja, ja. Kijk, want nu kan ik zeggen... Hey, yo, bitch. Ik wil jou... Wow, yo. Nog een bitch. Ik wou echt dat ik een revive bij me had. Dit zijn geen Trainerings. Oké, okay, maar hier... is level 40 meteen. Fijn. Oké. Okay. Deze guy. Oh, fuck. Nou, dit is dus niet een plek waar ik wil zijn. Nooit meer. Fuck you. Fuck that shit, I'm out. Oké, dit was niet... Dit was niet... Dit was iets te veel van het goede. Slot 1 heb ik hier... Oh, wacht. Ja, oké. Okay. Dus we kunnen even kijken wat hier is. Zijn hier trainers? Ja, hier zijn trainers. Kijk. Zou ik eens kunnen verslaan met een... Jawel. Magnituding. Oh.
Defeating the Pokémon. Oké, wat misschien dan handig is, is om Crazio die voorop te zetten. En dan switching. Oké, Pokémon. Klinkt wel heel goed in. Ik zal jullie nog wel eventjes één soort van tip geven. Vergeet niet alle trainers te verslaan in een gym als je een gym tegenkomt. Want dat had ik dus net, dat ik per ongeluk bijna een gym versloeg zonder dat ik de andere trainers allemaal had verslagen. Oeh, ja, dat is wel zuur. Nou ja, ik ben dood gegaan. Als je gewoon terug kunt lopen, valt het wel mee, toch? Nee, ja, maar je moet het onthouden. Ja, maar als je een gym per ongeluk verslaat, zeg maar, ja, dan kan je, ja, dan moet je... Oh, dus dat is wel waar, inderdaad, ja. Dat, zo had ik er nog niet over nagedacht. En ik denk, ja, maar dan kun je toch gewoon weer in die gym lopen als je geluk hebt, maar... Kijken. Niet zo wel. Oké, zo zacht. Nee. Ik had trouwens de TM van voor Psychic opgepakt. Dat is best wel nice. Dat is wel een goeie. Kijk, ik moet gym 6 vinden, want dan wordt het helemaal een bedrijfje. Yep. Wacht, hoe is het gym 6? Dan kan je flyen als je fly hebt. Dat is wel slim. Snap je. Ja, ik snap één. 14, 15. Oh, net één level. Ja, oké. Okay, was het 16. Oh, dat is mooi. Oké. Dan kan ik nu naar Mr. Moeder. Mr. ook echt. Niet Mr. Mr. Poggers. Mr. Moedering. Hello, Mr. Moedering. How is your life doing? Fantastisch. Heel fantastisch. Oh ja, ik moet weer... Oh, ik heb geen pokeballs. Fuck. Die heb ik niet. Oh. Waar heb ik die shit gevonden? Shit, ik had dit moeten onthouden. Oeh, dit is ook wel... Ik had het moeten onthouden waar die Pokesandmarkt zat. Zit die hier ergens? Nee, dit is... Hier is ook binnen. No Pokecentering. Evergrande City. Volgens mij was het hier. Evergrasting. Ja, hier was het. City. Kijk, top. Oké. Okay. Ja, die hebben het wel. Ik heb Rayquaza gevonden. Ah, oh, man. Maar ik moet hem eerst nog weer een lock-in suit oplossen. Ja, dat is waar. Dus dan moet je ook wel dit weer terug gaan. Oh, wacht. En dan moet je hem nog vangen ook, dus dat hoort ook weer een... Nee, die Rayquaza ging er wel sneller in dan die Kyogre. Die Kyogre had echt geen zin. Heb jij Rayquaza al? Ja. Wat? Oh, Ralts! Laat ik heel blij om dat hij erin ging. Snap je. Ja, die... Sowieso die Ralts moet je safe staten. Hij heeft geen teleport, maar... Ah, top. Ik heb hem. Is wel zo'n Pokémon die niet zo leuk in is. Dit zijn nutteloze. Ik neem aan dat we niet per se namen hoeven te geven. Nee. Dat kost allemaal tijd, man. Ja, daarom. Is de bedoeling dat je zo snel mogelijk gaat, weet je wel. Ik ben niet de quickster. Ja, you need to be the quickster. To be the mastering of Pokémoning. Het is niet gotta catch them all, het is gotta beat the game as fast as possible. Ing. Ja, inderdaad. Je maakt hem nog even voor me. Ja, hey, ik moet je gewoon helpen als het om Engels gaat, weet je. Ja. Dat is gewoon belangrijk ook. Inderdaad. Die heb ik wel nodig. Oké. Full beat, tijd. Zoeken met tijd om te zoeken. Oké. Meryl evolueert ook heel snel, volgens mij. 22? Mount Fire? 25? 15 of zo. Nee, toch? Zo vroeg al? Ik weet niet. We gaan het zien. Ik dacht dat hij redelijk snel kon. Pak. Dat had ik niet moeten doen. Nou, maakt in principe niet uit. Nog steeds erin even omhoog. Oké, nog een klein stukje. Pursuit, dat is ook mooi. Leer. Kan weg.
Top. Stap in mijn tijd. Die. Oh, dan doe ik het weer. Dan staat hij er nu goed in. Ja. Oké, okay, Fury Guttering. Quick Attack of Pound. Ik denk als dat... Oh, ja. Doe het feit dat je die full beat hebt, dat zorgt er al helemaal voor dat je echt een best wel een goede lead hebt. Ja, dat is waar. Kut om te vinden. Ik kom ook alleen maar Illumise tegen als ik één van de twee tegenkom. Maar ja, dat is ook wel te begrijpen met een 20% encounter. Yep. Dat nog en ik tegen zo'n train ring. Ik weet ook niet wanneer die evolved. Een Seedolt, what the fuck? Dat is toch ook wel een lage kans. Ja, dat was de eerste Pokémon die ik tegenkwam toen ik die Ralts ging vangen. Ja? Ja. Yeah. Oh, niet op die route. Ik zit met de Volbeat. Ja. Maar ik vraag me af, volgens mij was Seedot ook wel een laag encounter rate. Ik kan dat mis hebben. Oké, wacht. Als ik hier, kon ik op een bepaalde manier... Oh, wat, waar kom ik hier? Nee! Oh, dan kom ik hier weer. Die guy met zoveel Pokémon. Oké, Meryl. Tijd voor jou, level up. Dan naar boven. Oh ja, dit. Oké, okay, maar dan kom ik weer. Heb ik ook. Oh, ik heb geen pokeballs meer. Oké, okay, dus dan moet ik nu snel terug. Nu ik nog weet hoe het moet. Wow, dat telt niet. Nou, het was in ieder geval niet 15 miljoen. Nee, dat dacht ik al. Ik dacht 22. Oké. Okay. Oh, dit voor markt. Ah, dus de X items. Ach, ik had hem eerder open moeten maken. Ik ga wel file save. Tot 5. Hey, Regirock. Regibuit. Okay. Oh nee, Sander. Ja? Ik heb hetzelfde als jij. Ik ben ook Oh, weet je nu eindelijk wat ik bedoel? Ja. Nou, je wist het toch wel. Ja, wist je toch? We hebben het al een paar keer eerder gehad. Nee, ik bedoel dat ik daar... Ik ben gesoftlocked op die plek waar hij ook gesoftlocked was. Iets waar ik ook... Oh, had. Zo. Ja. Ah, ja. Ja, dat is fucking kut. Dat is wel heel zuur. Ja, zeker omdat ik dus niet meer weet... wat ik nou net gedaan heb, zeg maar. Nee, je kunt niet terug. Dat weet ik zeker. Maar, ja, dat weet ik niet, maar ik bedoel... Ik weet niet meer wat ik gedaan heb net voordat ik... Zo. Het is een softlock werd. Het is in ieder geval niet zo dat je een van die vakjes moet weghalen, toch? Oh ja, dat had ook nog een kunst, PC. Ja. Dat is ook een chill bed. Kijk. Oké, okay. Dit moet ik onthouden. Dat ga ik sowieso niet onthouden. Jongen. Maar het moet wel. Nou, okay. Ik heb geen zin meer in die stomme volbeat. Ik ga even wat anders doen. Oké, waar zou ik hier uitkomen? Nee, oké, doei. Burden Turf, oké. Blijf. Perfect. Hé, hey, ook nog een... Ja, daar ben ik ook, Sander. Echte Pokémarkt ook, of Pokémon Center. Ik ging Pokémon Center in en ik kwam ook echt in een Pokémon Center. Nice. Crazy. Crazy guy. Hein? Dat vind ik wel een goed plan. Ja, gaat wel. Pokémon Centering in te gaan. Oké. Okay. Oh, nee. En ik kan weer. Nou, dit is wel kut. Ja. Met dit wel zo. Dan krijgen we natuurlijk meer XP. Het duurt te lang. Dat gaan we niet doen. Rare candy. Dude, stond Everstone maar op het lijstje. Dat was wel heel nice. Ja, had je hem nu de Everstone heel snel. Ja, ik heb nu net een Everstone opgepakt. Oh, is dit ook dat ze niet gaan luisteren als je geen gym leader verslaat trouwens? Nee, want dat is alleen bij trade Pokémon. Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht eventjes dat mijn
Crazio, dat hij ineens crazy ging doen door niet te luisteren, maar... Dat was al niet. Ja, dat was al misschien wel, maar niet daardoor. Oké. Okay. Nou, gelukkig maar. Ja, gelukkig wel. Als dat ook nog een probleem is, dan is deze randomize echt lastig. Ja, maar dat... Oh, mijn favoriete ook... Pokémon! Skitty! Ah, wel close. Ah, duurt me te lang. Dat kosting het ook meer tijd in. Ja, daarom. Dus dat... Nou, wacht. Even Steven Stone er weer halen. Oh, hij gaat niet weg. Oké. Okay. Wat was dit ook weer? Oh. Huh? Ik dacht dat hij ook tegen je vocht. Volgens mij is het niet per se een hele slimme manier. Fuck, draait ze net om. Bro, ik wilde een double battle. Nou ja, boeien. Dan niet. Ja, is niet anders. Maar echt. Dus ik zit te kijken hoe de fuck ga je dat voor elkaar krijgen. Mijn magische poeder. Ja, maar echt. Nou, dan zou ik die even halen. Als ik jou was. Ik ga wel op zoek. Ja, doe dat. Je hoort van me. Je hebt toch ook Magic Dust? Magic Dust, ja, in de poederlaan. Is het nog een Pokémon item, of niet? Ik denk niet aan het lulling. Ja, volgens mij ben je wel een beetje aan het lulling. Oh. Wel een beetje. Oké, ik moet eigenlijk weer terug naar mijn OG. Oh. Mag ik Gym 6 vinden? Nee. Waarom niet? Dat was een joke, rustig. Oh, bijt me. Het zijn ook weer om. Oh. Oh, ik wil niet tegen je vechten. Alhoewel wel monies. En je wil bitches en money. Ja, precies. Kijk, jij snapt het tenminste. Oh ja, hier kon ik in ieder geval healen. Dat is al sowieso chill. Maar ik moet eigenlijk terug. En waar kom ik hier uit? Oh ja, oké. Okay. Ja, ik weet alweer waar ik uitkom. Oké, dan moet ik nu bedenken, waar was die Pokémon-markt? Shit, sorry. Shit. Het vergeet ik elke keer ook gewoon. Mijn geheugen, ja, het is ook moeilijk om alles te onthouden, hoor. Ja, het ligt ook... Okay. Heel veel dingen liggen ook niet voor de hand, weet je. Nee. Oké, als ik nu safe slot, dan weet ik dus nu sowieso dat ik hier terug kan komen. Volgens mij moest ik deze hebben. Ja. Nee. Spoiler, dat was hem niet. Cave of Origin? Volgens mij is dit niet... Dat is niet de juiste. Oh, dat is niet degene die ik wilde, maar dit is ook een Pokémon-markt. Met TM's. Wacht eens. TM 41. Wel 14? Telt dat ook? Nee. Het is wel dezelfde getallen, dus ik vind van wel. Maar ja, democratie, hè? Ja. Fuck democratie. Ja, dan moet je er wel tegen gaan doen. Nee. Nee, niet? Nee, dat dan ook weer niet. Dat vind ik dan ook wel weer zo. Dan laat je ik ben namelijk een slechte dictator, dus... Dan laat ik anderen maar democratisch beslissen. Dat is toch wel aardig van je. Oké, zou het kunnen dat ik hier ergens op Pokémarkt tegenkwam? Maar niet. Niet? Runaway ability is wel handig, moet ik zeggen. Oké. Ja, in dat soort gevallen wel, ja. En dan pak ik weer... Oké. Magma hideout. Wat is dit? Oh, dit is hier. Dit plaatje ken ik. Ik maak echt geen progress op het moment. Hey, same. Voor mijn gevoel. F. Nee, welk level was het nou, Nando?
Geen idee, want ik ging boven. Ik had vanaf level 15 ging naar level 21. Dus het kan alles daartussenin zitten. Maar misschien is het wel 20. Ik denk dat het best wel aannemelijk is. Oh jee. Oh, die polders in de weg. Double battle heb ik niks aan. Oké, okay, bite. Dat heb ik niet aan. Where you at? Ja, run. Ik moet dit wel even doen. Oh, hier ben ik ook eerder geweest. Maar ik weet dus niet. Jee, een greepbal. Oké, een poke center. Daar heb ik niets van aan. Oeh, dit kan. Oh, dit is wel heel kut. Oh, een gym. Ik heb gym 8 gevonden, maar je moet alle trainers doen. Ik heb gym 2, I guess. Is het gym 2? Ja, volgens mij wel. Ja, dat is fuck. De Brawly guying. Dit is helemaal niet handig nu eigenlijk. Ik heb wel experience. Ja, dat is waar. Maar ik zoek eigenlijk gewoon zo'n ken je dat? Nee. Dat. Nee, dat ken ik niet. Leg eens uit. Zo'n ding waar je dingen kunt kopen. Een markt. Oh, een supermarkt. Ja, zo'n supermarkt. Super, with the marketing. Dus met... Ja, dat is niet echt bepaald om de hoek. Nou ja, dat weet ik dus niet. Ik wou dat het om de hoek was, maar... Ja, dat zou wel handig zijn geweest. Wordt die echt gewoon genaaid door zo'n Kyogre die gewoon niet in de bal wil? Dat is niet te geloven. Oh, dat had ik dus ook net. Oeh. Als je hem kijkt, dan word ik wel bozing op Kyogre-ing. Ik heb ook veel meer moeite met PP. Je moet alle trainers verslaan. Ja. Shit. Ik heb gym 1 en 2, of gym 1 alleen op dit moment gedaan. Ik gym 2. Ik heb nu gym 8 gedaan. Ik heb gym 2 en gym 3 en gym 7 heb ik overgeslagen. Want ik heb nog geen goede Pokémon genoeg voor gym 7. Oké, heb ik alle trainers? Dan moet ik wel weer wat gym... Oh ja, en ik heb gym 5, maar gym 5 hoef je helemaal geen trainers te doen. Oh. De Norman die zit gewoon aan het begin. Oh ja, klopt. Dus dat is in principe al eigenlijk een gratis Maar Norman die heeft toch juist die verschillende rooms. Dat ja, die maar omdat je hem zeg maar encountert op een andere manier doordat die map gerandomized is zeg maar. Oh ja, dus dan... Dan kan je ook niet tegen de andere zeg maar. Nee, oké. Anders kun je daar softlocked zijn natuurlijk. Ja. Mm-hmm. Dus nee, dat is gewoon... Oké, ik heb gym 2 badge. Alleen, ik moet... terugkomen naar... Gelukkig is dit een Pokémon Center. Oké. Sky Pillar. Dat heb ik niet aan gedacht. You do be focusing the Titan Punching. Nou, het is geen level 22 in ieder geval dat Niazumarill evolueert. Oké. Altaria, dag Altaria. Oh ja, ik heb nog niet eens de Pokénaf. Nice. Ik ook niet, denk ik. Die is wel handig, want dan kun je tenminste kijken hoeveel van die namen je hebt. Gym 4, oh yeah. Ja, ik snap die hele namen sowieso niet. Gewoon dat je... Als je tegen een trainer hebt gevochten, dan willen ze wel eens... Oh, zo. Dat weet je wel, hun naam. Ja, zo. Afzetten. En daar moet je er dan 20 van hebben. Nou ja, je krijgt er al je professor, je krijgt je moeder, je krijgt... weet je ook weer. Die guy. Elke guy krijg je in dat ding. Alle gymleaders. Dus dat is nog redelijk makkelijk te doen. Hé, ik heb Kyogre hoor. Ja, maar dan moet je wel de Pokénef vinden natuurlijk. Nou, die is niet zo heel moeilijk om te vinden.
Oh nee, wacht, je moet natuurlijk die cutscene hebben gehad. Dus ja, hij is wel redelijk moeilijk te vinden. Oh, ik heb wel de Pokénav. Ik krijg nu van Roxanne. Nee, je hebt de Pokémon niet. Registered? Ja, het is geregistered, maar je hebt de Pokénav niet. Nee. Dus je kan ook niet checken hoeveel namen je nu hebt. En daarvoor heb je hem eigenlijk nodig. Van dat je die naam kan checken. Ja, precies. Oh, fuck. Ik loop 3 keer dezelfde fucking gat in. Kom op. En dan die. En dan moeten we even naar achteren, want hier zat ook een tree. Niet. Kut. Oké. Ik ben zo ver weg van waar ik wil zijn, waarschijnlijk. Oh, ik had ineens surf. What the fuck? Ja, dat is als je Norman verslaat. Dan krijg je die. Oh, over Norman gesproken. Ja. Nee, ik kom nu Norman, de Norman boy tegen. Oh, dus iedereen heeft nu Norman dan verslagen? Nee, ik niet. Oh, je hebt alleen de tutorial gecheckt. Nee, ik heb de tutorial ook niet. Hij heeft Norman gewoon nog niet gevonden. Oh. Nee. Het klonk wel alsof je hem had gevonden. Nee. Nou, dan klopt dat verkeerd. Ja, dan klopt dat helemaal niet, inderdaad. En HM3, kabooming! Oh, Phoebe, nee! HM3. Dit ga ik zo verliezen. Ik heb ook echt heel weinig... Oh, ik kom hieruit? Battleburg City! Wat fijn! Daar was ik echt zo lang naar op zoek en nu ga ik dood en nu kom ik daar ineens. Easy win. Oh, what the fuck. Dat noemen ze wel een easy poggy wing. Wat ziek. Kijk. Hariyama, heb jij toevallig multiple moves? Oh, ik kan niet. Hey, Lugia. Daar heb ik dus helemaal niks aan. Oké, Makuhita. Fuck, Kid Makuhita. Lul. Dit gaat zo whirlwinding. Wat een bitching. Ja, die Hariyama's zijn het niet waard. Dit was Rayquaza. Oké. Ik zit nu bij een puzzel. Deze heb ik ook al gehoord. Ja, ik heb het gevoel als ik deze niet hoor te kunnen doen. At the moment. Oké. We moeten gewoon zoveel mogelijk shit in. Hey, de Game Corner. Oh ja, wacht. Nevermind. De Game Corner? Oh, Zootopolis. Dat is wel handig. Daar zijn veel huisjes. Waar je in kan, toch? Ja, alleen jammer dat ik er niet zoveel aan heb. Zeker niet. Nou, voor jullie is dat juist positief, toch? Ja. Voor ons is dat heel ziek. iGym 3 gewonnen. Abouturings zou ik jullie haast willen noemen. Hier, daar heb ik niks aan. Oké, het echte plaats waar ik niks aan heb. Pokémart, kijk. Oh ja, wacht. Ik ben echt dom. Dat klopt, ja. Kan dat nou zo? Wij wezen met de Pokémarkt, terwijl... Dat is niet hoe dat werkt. Sterk. Ik voel het niet. Huh? Dus... Waarom is... What the fuck? Wat zijn die is niet in de gym? Lol. Wie is niet in de gym? Watson. Bij mij was Watson gewoon in de gym. Crazy. Je gaat toch niet menen omdat ik gym 8 heb gedaan, maat? Oh, als dat zo is... Dat zou heel raar zijn. Hè, hoe zou die weg zijn? Oh ja, die kerel die stond buiten natuurlijk voor die... Ja, Nieuw Morphle. Maar dan... Hoe wil je dan de fucking badge halen? Niet. Ja, die heb je nodig voor Rock Smash. Ja, dan moet je toch tegen hem praten. Dat heeft geen zin, want... Nee. Hij gaf me de basement key en dan als je dan Morphle de generator uit hebt gezet, dan geeft hij een
Een HM? Nee, eigenlijk heb je Thunderbolt volgens mij. Maar ik weet dan niet of je terug gaat. Maar dan moet ik niet Morphle vinden. Wauw. Dankjewel, game. Graag gedaan. Tjongejonge. Oké, goed. Ook centen weer, maar dat is niet... Oeh, hier ben ik nog niet geweest. Zoek. Ik ben nu echt desperately op zoek naar een, hoe heet dat? Zo'n Pokémarkt. Nee, een Pokémarkt. Godverdomme, waar ben je? Pacific Lock, linksbovenin. Ah, ja, oké, dat kan wel kloppen, ja. Daar ben ik namelijk ook al een paar keer geweest. Hey, Watson! Oh, laat ik die trainers doen, dan. Voordat ik hier wegga. Ja, die trainers heb ik wel gelukkig gedaan. Oh, maar dan kan ik ook niet deze kant op, want... Ik heb geen Rock Smash. En ik hoezo hebben ze Meditite? Dit is toch Watson? Dat is gewoon normaal. Dat is heel normaal daar. Ja, nou, niet zo normaal. Een electric type met een fighting psychic type. Hij heeft Thunder Punch misschien. Oh, oh nee, oké. Okay, ja, nu is het ineens een electric type geworden. Dat is zo'n Alolan vorm. Het is een... Rosarian fucking ding. Oh. Oh shit, bro. Violet ding. Meditite. Hey, de eerste gym. Ja, die heb ik ook. Die heb ik ook al gedaan. Oh, ik heb alleen het tweede. Fuck. Dat leidt weer hier naartoe. Hoe ben ik überhaupt hier gekomen? Oh, Magnemite heeft niet eens levitate in deze game. Crazy. Oh ja, ik kwam hier vandaan. Nee. Ik ben een beetje confusing. Oh ja, dat wist wel. At the moment. Kan gebeuren. Kan ik dan hier... Oh ja, oké, okay, ik kwam hier vandaan. Oké, okay, ik vat hem. Dat is mooi. Anders kon ik weer terug bij mijn 7 state. Oh, dit is wel iets anders. Kijk, Granite Cave. Oh, dit is met die ledge, hè? Ja. Fuck die ledge. Oké, okay, Watson, je gaat eraan. Arr. Je gaat eraan heen. Ja, zeker. Ik moet even een Makuiding vinden. Kom maar, Makuiden. Experience share, natuurlijk. Dus ik moet wel switchen als ik manages with training. Ja, dat moet wel, hè? Ja. Kijken. Nee. Oh, dat is proof. Nou, doe maar. Nee. Oh, ik kom alleen maar de verkeerde Pokémon tegen. Geef niks. Ja, voor jou niet, nee. Maar voor hem wel. Nou, ik heb al een hele tijd niks meer afgestreept, hoor. Dat is waar. Een Pokecenter in een Pokecenter, dat is leuk. Niet zoveel aan. Nee, dit wordt niks. Orchie. Hoe kom ik ook weer... Oh, ik ben hier. Oké, okay, kijk, dat is gunstig. Want hier kan ik terug naar het begin. En ik weet dus dat ik naar Fortress moet. Boerboom. Oh ja, hier. Oké, okay, en dat was niet deze. Oh jee. Het was één van deze twee. Ook ja, niet. Ja. Dan. Hier kan ik niks mee. Dat is niet. Ik kom wel strength zometeen. Ik ben nog helemaal niet in leverage geweest. Bedenk me nu. Wil je ook? Ik wel. Ja? Ja. Daar is de zevende gym. Nou. Ik heb nog helemaal niks ervoor gehad ook. Oké. Okay. Nou ja. Fuck. Ik ben wel in de buurt geweest, maar niet in de stad zelf. Ja, dat is niet handig. Nee, ze willen me niet toelaten. Ah, wat gemeen. Ja, echt hè. Oeh, ik ben in Fortree. Fortrees. Oh, dit leidt gewoon een rondje. Ah, oh, nee, niet deze guy.
geef je een rare candy. Ja, ik moet 7. Een rare G? Ik weet natuurlijk niet in welke... Oh, oké, ik ben in... Buford Town. Nee, hier wil ik niet meer zijn. Ja, dankjewel voor de old rod. Oh ja, hier was ik gesoftlocked. Oh ja, en ik heb natuurlijk niet gezaved. Oei, oh, wat heb je zo gezaved? Maar het staat er hier ook niet bij. Bij de DS-game kun je zien welke slot je het laatst gesaved hebt. Dat is waar. Ja, dit is gewoon een wilde gok. Maar je kan toch gewoon alle proberen. En dan je weet vast wel welke het is. Van waar je het vers was. Ja, ah, kut. Nutteloze double battle. Oké. Okay. Hier zou ik wel weer op een manier terug kunnen. Ik weet niet welke dit is. Sure, ik ga gewoon healen. Ondanks ik niet weet. Hier ergens kon ik... Ah ja. Oh, er gebeurde weer wat. Ah, Milan heeft hem ook. Ah. Lekker man. Jazeker, hè. Het is wel laag, is dat zo'n Engels lame warning? Ja, zekering. De hypothekering. Inderdating. Oh, nee, die hoef ik niet. Nee. Kijken. Oh, ja. Oké, mag ik... Oh, dit is meteor false. Ja, je moet echt... dan met die president hebben gepraat. Yep. Oh, dat is kut. Ja, zie die maar te vinden. Die is verstopt, denk ik. Ja, maar echt. Oké, hier. Nee, dat is niet werk. Deze toevallig ook. Multi-hit move. Meteor Falls. Granite Cave, Escape Rope. Oh, dat is ook wel handig. Wat is dit? Waar zit jij? Low kick. Buy. Chop. Nee. Dat is niet wat ik wil. Buy. Maar deze wil ik wel. Pikachu doll. Nee, daar heb ik veel aan. Ja, dan kan je wegrennen. Super tof. Ja, maar ik heb al Runaway, hè. I wanna run away. Boy, yo, sluk mijn. Slurkma, maar hij is niet de shiny. Very jammering. Even kijken. Hier wil ik wel een paar. Hey, Sydney. Hier wil ik wel een paar. Oh ja, die heb ik ook al gezien volgens mij. Hey, Sydney, goeie kei. Ik kom er dus net achter dat... dat die lift gewoon... te gebruiken is, dat niet naar iets anders toe gaat. Dat klopt. Ik had de hele tijd hier gewoon fucking naar Pokémarkt gekund. Ik hoef. Au, dit doet zoveel pijn. Oké. Moss Deep City. Wacht, weet ik niet. Where the grass is green. Where the grass en de girls is green. Are daar ook pretty? Of, dat moet jij even bepalen. Ik heb nog geen girl gezien hier. Dus no, nee. Oei. Naval Rock. Oh, Lugia! Heel ziek. Ah, die heb ik ook al gevonden, inderdaad. Mm-hmm. Mooie plekje heeft hij hier gekregen. Van de randomizering. Oké, slot 10 is de Lugia. Ik weet ook niet of het sim is om dit te resetten dan de hele tijd. Oh, wow. Maar... geen idee. Ja, want ik... Oh. Dus zo kom je daar. Oké. Lugia is natuurlijk ook geen Pokémon die we echt nodig hebben of zo. Dus misschien kan ik deze beter laten gaan. Denk wie weet. Ik weet niet wat slim is. Want ik dat speel dit normaal gesproken nooit. Ja, of ik die Lugia, of ik daar tijd aan wil spenderen. Ah,
Wij kiezen niet snel voor Lugia, omdat Lugia niet zo heel goed is. Dan kan je beter voor echt voor een... Groudon, Kyogre en Rayquaza zijn wel de beste. Ja. Ik heb het wel eens met Lugia geprobeerd, maar Lugia die wilde niet in de bal. Ja, nee, dat had ik dus ook. Het is ook zonde om bals eraan te spenderen als het toch fout gaat. Oh, oké. Mm-hmm. Inderdaad. In de dating is het maar wel leuk. In de dating, ai. Wel goed dat je het dan probeert. Ja. Ik doe mijn best, hè. Ik doe mijn best. Hey, more than your best thing you can doing. Zeggen ze wel eens. Dat vind ik wel een hele fijne uitspraak. Ja, weet ik. Oh, trainers, terwijl ik half dood ben. Gelukkig ben je niet helemaal dood, Sander. Zo kun je het ook bekijken. Wat kwam er nou zo net bij? Oh. Mighty oh, Anna, kut, ja. Ik ben hier. Oké, dit ken ik allemaal niet. Dat is onhandig. Denken, waar kun je überhaupt Psyduck vangen? Vraag dat Perry. Hij weet het. Je kan niet eens uitspreken, dus hoe moet hij dat weten, gast? dat was de grap, Sander. Hij weet niet waar Psyduck is, maar hij weet wel waar Spyduck is. Hé. Hey. Ja, Spyduck, dat kan hij wel. Hij is wel zo'n spion-type. Dat klopt, ja. Is niet zo'n marschalken. Nou, dit is nee? Leeg. Nee. Oh, die heb ik al gecheckt. Dat was bij mij trouwens. Gezondheid. Dank je. Kijk, wat is dit? Ah, oh, nee, dit is niet een leuke locatie. Wat is dit? Dit kan leuk zijn. Op welk level even weer Poochyena eigenlijk? Mightyena. Poochyena. 25. 25? Oh, wat... Oh, dan is dat echt dom op deze manier te doen eigenlijk. Best wel laat. Ja, dat had ik niet verwacht. Ik vind het grappig dat het meeste wat we hebben zijn nu gewoon Pokémon die je kan vangen. En gewoon alle items en wat dan ook, dit hebben we allemaal nog niet. Nee, maar ik denk ook dat dat het moeilijkste is, ja. Ja, want je moet het specifieke huisjes. Oh, dan moet ik hem wel eerst beaten. Volgens mij is Stormen niet eens mogelijk. Want zijn jullie überhaupt al in zo'n battle tent geweest? Nee. Ik had gekeken waar je Torment krijgt. En dat is in een battle tent in Sleepport. Oh, maar die battle tents, die zitten volgens mij helemaal niet in de map randomizer. Waarom hebben ze dan Torment erin gedaan? Omdat dit gewoon op vanilla gebaseerd is. Ja, dan is dat een vakje die we gewoon niet kunnen doen, volgens mij. Moeten we die gewoon allemaal aankruisen. Hoppa. Oh, kijk, nu gaat het al beter. Ik zie al wat groen op de kaart. Dat werd ook wel eens goed, Susan. Jezus. Heel goed bezig, jongen. Nou, voor mijn gevoel niet. Je kan het niet allemaal in één keer krijgen, hè? Nee, dat is waar. Misschien dat ik straks wel zieke comeback maak. Wie weet. Oh, hey, een Pokémarkt! Eindelijk, nu ik hem niet meer nodig heb. Wat fijn. Yes. Altijd wanneer je hem niet nodig hebt, dan vind je hem. Toen je hem niet nodig had, verdween hij. Mm-hmm. Oh, ik heb exact diezelfde locatie waar jullie je vast zaten gevonden. Nice. Nou ja, dat weet ik. Dat is een leuke locatie, maar niet voor. Nou, gelukkig had ik een safe stage gezet. Oeh, Earthquake. Jammer dat Bagon er niet op staat. Ja, heb je die gevonden dan? Ah, ik heb in ieder geval het stukje gevonden waar je Bagon kan vangen. Ah, die had ik ook gevonden inderdaad. Maar hoe doen jullie dat? Gaan jullie vooral naar plekken die jullie eigenlijk nog niet kennen of juist wel? Ligt eraan wat ik nodig heb. Ja, ik kijk gewoon overal. Is dit move? Oh, dit is de move deleter. Nee. Trouwens, heb ik een multi-hit move op een van deze? Nee. Oké. Ja, misschien...
Dat ik denk er dus echt dat ik veel te verkeerde tactieken gebruik of zo in deze game. Omdat ja, is er echt een verkeerde tactiek? Ja, vanilla spelen, dat is denk ik de verkeerde tactiek. Nee. Maar dan help je jezelf ook gewoon niet. Even kijken. Hoe bedoel je vanilla spelen? Ja, dat je gewoon geen map randomizer doet, zeg maar. Oh, zo. Ja, dan moet je echt vet veel van de game door, ja. Dus dat werkt ook niet echt. Nope. Kijk, is dit zo'n hele puiken magical carp? Nou. Ik weet niet of die heel puik is, maar het zou best een magical carp kunnen zijn. Hij heeft magie. Magische poeder. In poedervorm, ja. Hey, Phoebe! Ah, die heb ik ook al tegengekomen. Puik. Dit zo te bedenken, where can ik die gravelfurring ook weer fanging? Hoef je niet te zeggen hoor, maar even te denken. Victory Road denk ik. Ja. Nou, ik heb daar geen gravelfurring gezien. Oh, Goobet, dat was zonde. Ja, die heb ik al, dat heeft geen zin. Oeh, oh, dat staat er net niet op. Dat zou zo poggers zijn geweest. Wat? Ik heb die locatie gevonden waar je die soda pops kon kopen. Oh ja, bovenop, bovenop dat gebouw. Of niet? Nee. Die strandhuis. Ja. Yeah. Oh, dat zou wel zo. Voordat we die bingo kaart hadden herladen, toen stond hij er wel volgens mij. Dus ik dacht, oh shit, nice. En toen dacht ik, oh nee, wacht. Toch niet. Toch niet. Oh, Bobet, kijk, dat is ook mooi. Oh nee, toch niet. Dan heb ik nu 1, 2, 3, 4. Oké, 4. Deze is één Pokémon. Kijk, een Mightyena kan weg. Maar als ik nou eventjes terug kan naar... Oh, hier is natuurlijk ook water. En ik heb natuurlijk... Ik heb de Rodney... Oh, die heb ik natuurlijk gekregen toen... Oh, voor de reset. Oh, wat kut. Dat is wel een big oef. Ja, want in Duvert kwam ik vast te zitten natuurlijk. Want daar is die guy. Die zorgt dat je vast zit. Die crazy guy. Oké, die moet niet gaan. He got that crazy sticky icky icky. Oké, dat... Volgens mij moest ik hier ook deze kant op. Ja, leuk. Oh ja, volgens mij hier. Oh nee, dit is niet wat ik wilde. Even denken. Ook alles is zo'n blur, als in ik heb echt geen idee wat waar. Wow. Oh. Moet even hier straks. We hebben nog een probleem. Zeg het eens. We kunnen Psyduck niet vangen. Want je kan volgens mij de Safari Zone niet in, of wel? Je moet de Pokeblok ding hebben. Oh, wacht, die heb ik al. De Pokeblok ding. Oké, dan kunnen we wel de Safari Zone. Dan moet je alleen de Safari Zone vinden. Ja. Dat wordt ook leuk. Ik weet niet, kom ik in Duvert? Wil je lekker naar het nummertje luisteren, die we niet horen? Oh, Kyork. Kyork? Ja, moet ik die vangen? Zo, zo lastig. Ik weet niet wat voor ballen je bij je hebt. Ik heb echt één ultrabal en één great ball bij me. Ik had één ultrabal en hij ging er gewoon 0 keer in. Nee. Oh, ik heb moeten safe staten. Dat is al helemaal. Dat is... Ja? Nou, dat is al de fout die je hebt gemaakt, Sandering. Ja. Je kan in battle ook gewoon safe staten. Ja, maar ik kan gewoon weet ik. Op de tweede als je zoiets heeft van, ik wil even wat voordat ik mijn pokeballs heb gegooid. Oh, ja, dat kan... ook nog? Damn, bro.
Je kan toch gewoon een op de tweede save state zetten? Ja, maar dan had ik het wel op tijd moeten doen, toch? Ik kan niet nadat ik pokeballs gegooid heb... Nee, dat is fucking dom. Dat is wat er gebeurde. Dus... Fucking dom. Nou, nu kan ik wel hierin. Ah ja. Zo zit dat. Oké, kan ik hier ergens misschien naar die hoever? Dat zou wel kunnen. Hier ben ik natuurlijk ook geweest. Mountpike. Oh, dat had ik niet moeten doen. Hoe kom ik daar nu weer? Ja, doodgaan. Oh, wacht. Dat is wel een idee. Dat is een hele puikkeuze. Oh, nice. Goed om te weten. Dat ik dood wil gaan? Ja. Nee, dat bedoel ik niet. Oh, Mighty Anna. Nice. Level 18 was het trouwens. Liegbeestjes. Oh, sorry man. Oeps. Hartsnel dood. Dat is niet hier. Waar was het dan wel? Waar is wel de kutsite is dat zeg? Victorying. Oh, dit is wel de Victorying Road. Kijk. Victorying Justicing? Wat? Kijk. Stand. Nee. Dude, wil je nog een goede recommendation? Je moet de streamer Auxiliary. Die gaat altijd cosplayen als Pokémon dingen. En ze ging als een shiny Crobat. Nice. Die is wel een goeie. En voor jou, Sandring. Ik weet, jij bent wel een man of culture. Ja. You need to be looking Emily Black, volgens mij was het. Oh, Emily Black. Ja, die ken ik wel. Oh, Milan ben is ook zo'n man van cultuur. Nou, dat lijkt niet. Emily Black is wel goed, ja. Ik ben benieuwd wat het is. Oké, ik ga eventjes zo'n saving stating. Or Tree City. Oh, oké. Dat is ook leuk. Fuck, hij heeft Gyarados. Een Gyarados. Water-Onix. Water-Onix. Indeeding. Oké. Never forgetting the water onyx. Dit is echt volgens mij extreem lame wat er nu gebeurt. What's up? Heb je al opgezocht hoe je de macho brace krijgt? Ja. Ja. Heb je het zelf wel zeker? Ja, nou ik had dat niet eens echt gezocht daarvoor. Want ik dacht al, oh, dat wordt echt een pain in the ass om daar te komen. Oh, ik ga toch niet menen dat ik geen pokeballs heb, hè? Je hebt geen pokeballs. Ja, ik merk het. Oké, dan gaan we terug. Dat noemen ze ook wel kan een big move. Kan ik überhaupt helemaal terug? Wat was dit ook weer? Oh ja. Ja, maar ik kan helemaal geen rock smash. Oh, en deze daar zijn ook nog niet weg. Maar daar zijn geen pokeballs. Fuck, ik ben in het museum geweest. Ja, dat is wel heel zuur. Oké, nou, wat is dit? Dit is nutteloos. Dit is nutteloos. Oh, wacht. Ook een Pokémon Center. Ik vind Pokémon Center dus heel eng, want je weet nooit waar je uitkomt. Er is gewoon geen veilige plek, Sander. Nee, alles is... Everything is eng. Everything is awesome. Everything is cool and you're part of the team. Everything is awesome! In the year 2022. Oh ja, dat rijdt niet. Nee, een beetje jammer dit. Ja. Oh. Ik ben wel blij dat we weer uit eten kunnen hoor. Holy shit, dat heb ik echt zo erg gemist. Ja. Ik ben all you can eat sushi. Oh. Lekker. Ja, ben je een sushi guy? Ja, ik ben wel een sushi guy. Kijk, zijn we van vis? Ik hou niet van sushi. Iemand. Wacht, ik moet gewoon ergens naar een Pokémon Center om te kijken waar ik hoe ik in godsnaam kom waar ik naartoe wil komen. Ja, dat iemand weet ik. In de comments laat even weten waar Milan naartoe moet. Lekker op tijd ook. Nou,
Ja, ja toch. Ja toch, vriend. Oh. Oh, ja, oh, heb ik nu... Ik heb de gym nu ook niet deze gym nu ook niet verslagen. Omdat ik laatst die reset deed. Vind je dat slamming? Hou je mond. Oh. Okay. Sad. Hey, je luistert wel, dat vind ik wel lief van je. Nu hoef je niet meer in je mond te houden als je zo doet. Oké, gelukkig. Oh. Oké, ik kan er gewoon hier. Naast ben je sowieso zo'n leuke, dus je hoeft dat sowieso niet. Yeah. Oh, die had ik al gedaan. What's dit? Eh, hey, what's this, hè? What's this ding? What's this ding, hè? Maak maar hij dat? Oh, dat is op zich nog wel een idee. Even zo'n Geoduding vangen. Geodude, wat kan jij? Jij kan zelf destruct. Dat is wel heel erg vet. En kijken. Nee, rollout is niet een multi-hit. Nope. Nee. Dat is wel een beetje jammering. Magic. Jammering. Hey. Jammering. Okay. Note to self. Kut dit. Kut de jammering. Oh, wat. Okay, deze guy heeft de Mighty Anna. En hij heeft Golbat, maar niet de Shapido. Verkeerde admin. Oh, je komt hier. Wel zo'n Magneton en Volbeat verslagen. Telt dat ook als... Nee, wat jammer nou. Ik ga mijn leven. Ah, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, dus... Ik wil weten hoe ik weer bij die... Het beste is nieuw Morphle vinden, maar... Kijken. Oh, we hebben nog een dikke nuur. Shit, bro. Voor me... Oh, we zijn ook maar anderhalf uur bezig. Anderhalf uur? Oh, dat gevoel had ik niet. Ik heb echt het gevoel dat ik er langer mee bezig ben. Ja, voor mij voelt het wel een beetje als twee uur lang. Niet omdat jullie niet leuk zijn of zo, maar meer... Nee, omdat het gewoon leuk is. Maar... Is zo leuk? Nee. Maar het is... No. Het is meer... irritating dat het niet lukt, ding, of zo. Dat is denk ik waarom het zo lang voelt. Ik heb wel de Pokémon Markt gevonden. Dus ik kan nu... Dat heeft maar anderhalf uur geduurd. Ik kan nu in ieder geval Pokéballs kopen. Ultraballings. Dude, stel je voor dat ze voor elke generatie dit hebben gemaakt. En dat je dan... een Generations doet. Map Randomizer. Wel snelle Generations dan. Dat is... Speedrun Generations. Yep. Let's go. Dat kan je alleen niet met de... Nee, let's go niet. Maar het ding is alleen dat je niet elke game kan doen. Omdat je natuurlijk nog niet voor elke game een randomizer ring hebt. Ja. Oh shit. Hij ging dood. Op zich is dan deze locatie best wel handig, want dan kun je makkelijk naar veel verschillende plaatsen komen. Het is wel weer chill. Is toch ook een... Route 120. Veel trainerings in Victory Roading. Oh, ik heb nu wel... Kan ik hier Pokémon vangen? Oh, nou ja, nu niet meer. Oh, nu kan ik niet meer terug. Oh, ik zit weer zo vlogged. Dat meen je. F. Kutzooi, wanneer heb ik voor het laatst gesaved? Never. Yo, in Whisper. Is het niet een locatie waar je een escape rope kan gebruiken? Want ik heb dat nu ook en ik heb gelukkig nog wel wat escape ropes. Nee, want ik zat zeg maar op surf. Ik kwam uit een huisje. Nu kan ik weer allemaal shit gaan doen en ik weet nu ook niet... Oeh, spaan blauw. Of ik die beat shit, zeg maar. Of ik die guys beat, of ik dat dan gehaald heb. Had ik die eerder dan Mighty Anna? Oh ja, die had ik eerder dan Mighty Anna. En Mighty Anna heb ik, dus dan. Oké. Dat scheelt. Maakt het wel minder pijnlijk. Ja. Dan heb ik daar in principe geen ding. Oké. Alleen met denken aan die multi-hit moves.
hoe ik... Oh, Wallace, hey, leuk dat je er bent, maar dit ga ik zo hard verliezen. Nou, ik heb ook al Ho-Oh gevonden. Dus ik heb alleen Mew nog niet gezien. Nice. Ja, en dat is dan weer zo'n Gen 1 Pokémon die je nodig hebt. Oh, die... Ik heb daar nog niet eens over nagedacht. Nee, over. Ik ook niet. Lekker, ik ook man. Niet. Lekker, alleen Sander is er mee bezig. Ja, maar niet zo succesvol. Trouwens, kan Geodude deze moving en leren? Nee. Oké, ik moet weer... Oké, Golbat heb ik wel, dus ik heb er... Ik heb nog steeds... Kijken, wat hebben we allemaal? Pokeballs heb ik. Ja, ik heb natuurlijk geen Pokeballs. Jij kan het wel leren. Ja, kan ik het leren? Ja. Nou, dat is mooi. Oeh, nou, Mighty Anna tegen Mighty Anna. Dit wordt spannend. Kunnen we weer zingen Yes We Did It. We gingen over de bergen en door de moerasje. Nee? Maar dat niet? Oké, maar dat niet. Ik ging door de Pokémon Center en toen kwam ik daar niet uit. Het lukte niet. Sander, die is een maf in de case. Ja, het lukt die. Dat lukt me wel. Dat kan ik heel goed zelfs. Big oef. Oh ja. Even kijken. Pick-up. Pokémon Center, dat was het. Dat was hoe ik daar de vorige keer natuurlijk kwam. Oké, dus ik moet hier healen. En dan doodgaan. Wacht. Voordat not ik dat pick shit moet ik steven. Want, stel ik ga dood en ik heb het verkeerde Pokémon Center gekozen. Oh, dit was... Oeh. Ja. Oké, dit is... Ik ben heel blij mee dat het een Center is. Sander is heel blij. Hij heeft wat gevonden. Ja. Ik heb mijn Pokémartje weer gevonden. Oeh. Dat is al, niet, al in ieder geval iets. Oh, ik heb geen monies. Ja, ik denk ik gewoon... Veel items moet gaan zellen. X-Speed? Boeien. Max Eevee? Boeien. Escape Rope kan nog wel handig zijn. Burn Zekers. Hill. Harbor Mill? Boeien. Laten we... Dan... Oh jee. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Nou, dat was die Magma op het mooie vulkaaneilandje. Nu kan ik er gewoon weer langs. Mount Pyre. Fuck. Zat hier een admin überhaupt? No. Nee, het zijn allemaal grunts. Fantastisch. Ever now. Oh, oké. Okay. Hij heeft ook geen runaway meer, wat onhandig. Wacht. File load. Ja. Nando, heb jij de zesde gym al gevonden? Nee. Nee. Daar ben ik ook wel een beetje naar op zoek, maar hij wil niet gevonden worden. Daar hebben ze heel veel last van, kennelijk. Van obscure plekken zitten. Hier ben ik ook nog niet geweest. Ach, Felpix kan toch een rol... Ik heb deze battle al zo vaak gedaan. Nee. Ik zit... een dubbel trainen in de Elite 4 elke keer te doen. Als ik expres dood wil, zeg maar. Mhm. Maar dat werkt wel op zich. Het is alleen zonder veel geld. Ja, dat wel. Oh, zo heb ik er niet eens over nagedacht. Maar ik ben wel weer in Doofert City. Oké, okay, fishing spot, nice. Like fish. Old Rod, eindelijk. Oké, okay, saving. Ah, nee. Oh, nee, niet hier. File, save. Slot 2, doe maar. Fuck it.
Kijk, goed dat ik gesaved heb, want ik zat nu weer mezelf te softlocken. Waarom ga ik ook steeds dat huisje in, van goed, alle huisjes? Ik ben trots op je. Maar ik heb nu wel saving stating. Oh, een Reggie Rocking. Lol, deze Jude heeft een Everstone. Lol. iGym 7 heb ik gevonden. Maar ja, die had jij ook al gekocht. Ik ja, heb... maar die heb ik nog niet verslagen, want ik weet niet meer waar die zit. Oeh. Maar ja, zoals dan moet ik nog steeds gym 6 vinden. Kijk, en gym 4 had ik al, gym 1 had ik al, gym 2 had ik ook ergens gevonden, maar ik weet niet meer waar die zit. Dat is niet handig. Nee. Geheugen, hè? Geheugen. Ik weet, ja, ik weet nog wel waar gym 2 zit, maar ik denk dat ik hem dan maar niet ga zeggen. Voor zekerheid. Ik heb maar, gym 2 ik kan het wel zeggen, maar... maar je moet het helemaal zelf weten. Het mag wel. Het mag wel. Dat is ook voor Sander misschien handig. Nee, ik heb hem al. Oh. Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Of ik die ook nog heb met al mijn resets. Kan je bij je badges zien, toch? Ja, maar ik zit nu in battle. Dus nu kan ik het niet zien. You do be battling. I do be battling in England. En dan één keer zo. En dan. Oh, je krijgt natuurlijk vet veel shit van. Van als ik Archie versla. Dat is ziek. Dat is heel ziek. Heel ziek. Ja, oké. Ja. Ik heb geen story op zich. Oh. Oh. Ik ga nu wel echt in de story stuff. Wacht. Ik wacht. Even softlock. Want hier heb je surf voor nodig. En weet je wat ik niet heb? Surfing. Oh ja, nu zit je op dat eilandje, of niet? Ja, wat gemeen. F. Oké, nou. Oh. Oké, dat is gym 7. Oké, daar heb ik ook niks aan. Nooit meer terug naar gym 7. Pogger, pogger, pogger. Pogger, pogger, pogger. Pogger, pogger, pogger. Pogger, pogger, pogger. Pogger, 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 pogger. En daar kom ik. Oh. Ja, maar ik heb geen strength. Dat is kut. Oh, jij. Nee, strength is niet... Strength is HM04. Kut is HM02, toch? Of 1? Nee, HM01. 1. Ook goed. Mag ik die? Oh, trouwens. Oh, dit herken ik. Dit herken ik. Nee, Elite 4. Wie is dit? Eggevaar. Yes. Zo. Let's go. Wie? Precies de Ice-type waar ik slecht tegen ben. Candace, toch? Of niet? Glacia. Oh, Glacia. Glacia. Ik dacht Agatha. Close. Combat? Ik had de A. Goed. Ah, kut. Dit is Drake. Drake. Dit is van dat liedje. Ja. Oh, ik ben hier weer. Oké, hoe kan... Oh, ik weet nu hoe ik pokeballs moet kopen. En ik heb net Archie... Oh nee, ik heb Archie niet verslagen. Oef. Ja, okay. Want daar kreeg ik dus... problemen mee. Oh. Ja, want dan word ik dus gesoftlocked, zeg maar. Oh. Ja, dat is wel wat minder. Net zo minder als dat Drake meemaakt. Omdat de speed de stat van Rayquaza gedropt was. Kut. Nice. Ja, jij hebt tenminste nog iets om te doen tegen die Elite Four Rings. Ja. Of dat nou helemaal het juf van het is. Weet ik niet. Maar... Ik zit ook te bedenken dat ik... Ik heb ook zo weinig items. Ik kan dit alvast kopen. Ah, dan heb je er ook niks aan. Ja, flikker op met je. Je moet een Pokéblock case hebben. Eikels. Nou ja, dit werkt niet. File, save state. Kijk wat dit is. Heb ik ook de... Oh, ja, oké, kijk, top. Dan moet ik nu gewoon naar een locatie waar ik
shit kan hebben. Dat was niet de bedoeling. Best rest. Oké. Ben ik hier? Dat is niet handig. Of was er wel water? Dan moet ik weer een double battle doen. Oh, ja. Ah, ik heb wel surf. Surf. Not even a nibble, maar ja zeg. Oké, doe ik. Het doet niet nibbelen, Sander. Nee, dat heb ik door. Jezus, man. Oh, een bite. Een magikarpie. Oei. Nee, dat is helemaal geen oei. Niet? Zeker weten? Oh. Nee, zo'n magische karpie. Maar is dat wel de juiste kleur? Heeft die gouden randje? Hij is goud. Oh, dat is wel de goeie, ja. Nee, dat is echt goud. Gereageerd. Dan had ik niet zo gereageerd. Oh, kijk hier. Believing. Jomies, hé? Oh, nee. Volbietellen. Do know. You're in the stockroom ball. Always believing. Oh jee. Ik word gek hier. Dat was ik al. Oh, oké. Nee, dat komt goed. Ben je gek, Henkie? Ik ben gekko, Henkie. Crazy Henkie. So crazy guy. Toch? Ja, zo'n crazy guy. Crazy Henkie. Okay. Hankying. Ja, perfect. Jee. Ik kan het doen. Oh, Spear Pillar. Ja, boy. Eindelijk. Let's go. Ik heb Gym 6 gevonden. Fucked. Obscure plek. Let's go. Je moet. Nee, ja, fuck it. Ik kan het wel zeggen. Boeien. Je moet, want we hebben toch nog maar een half uur. Je moet de Weather Institute in. Ja. En dan moet je die puzzel doen met dat je met de magbike over die gaten van de Mirage Tower gaat. Oh, echt? Ja, dus ik ben heel blij dat ik de rappel had gespreid en dat ik het niet opfokte. Snap ik. Daar ben ik heel goed in opfokken. Ja. Ik denk dat dit nog best wel niet soft gelokt kan zijn als die guy me even doop maakt. Wat op zich al kan gaan lukken. Als hij poison stinkt. Kijk, poison, dat helpt mee. Dankjewel. Ja, dood. Goeie. Kijk. Poisoning, standing. Oké, hideout. Wat is hier? TM26. Oh ja, die kun je ook gewoon verkopen natuurlijk. Oh, wacht, hier moet ik niet wezen. Want dan zit ik weer softlocked. Developer. Ja, ook niet wezen. Gym Skarmory. En dat is batch 6. Oh, die Reggie Rock aan, maar dat is nu zo weinig tijd. Ik denk niet dat het gunstig is. Ik zit hier op. Ik moet alleen nog de trainers van Gym 2 doen. Maar moet je hem ook halen? Kijk, wat staat er? Battle every trainer in each gym you enter. Maar dat telt ook de gym leader, toch? Is toch ook een trainer? Ja, lijkt me. Ja, maar die bij mij is hij er niet. Watson, die staat niet in die gym. Wauw. Ja. Dan vind ik het een heel goede tijd dat ik kan zeggen dat ik had gelogen over waar gym 6 was. Oh. En ja, dat je kind of fuck bent. Oh ja, ik kan nu flyen, hè. Ik was gelukkig nog niet bezig met het halen van gym 6 waar jij zei dat het gym 6 was. Oh, ai. Dan ben je wel slim bezig. Ik ben zo slimpie. Kijk. Nee, dit is Sydney. Fuck. Ja, vinden of zo. This is Sydney. Wat is dit? In. Oh! Oh, dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. Sowieso. Ja, dat vind ik ook wel een beetje dom. Ja, want ik zit er sowieso in. Dat is leuk in deze game. Tuurlijk. Ah, dit. Ja, en als het goed is, ik weet alleen niet hoeveel procent, maar hey. Hi. I just met you. Ben je toevallig Tim Hofman? Die zegt ook altijd hi. Hi. Nou, dat kan best. Nee, ik ben geen Tim Hofman.
Ik ben daar minder boos. Ben je niet zo boos, kerel? Nee. Hij is meer zo'n crazy guy. You're slacking off, Ing, deze guy. Nee, niet deze guy. Die guy die ik ze net tegen. Yes. Kom op. Die gym zat toch hier? Oh. Ben ik in de warring? You do being in the warring. Oké. Nando, durf jij gym 2, de plek van gym 2 te ruilen voor de plek van gym 6? Sure. Oké. De plek van gym 2 is in dat stadje helemaal bovenin, naast die asroute, zeg maar. Volgens mij, dat is de Vernon Turf? Felber. Oh, Felber, ja. Rechts onderin. Oké. Okay. Weet je nog wat ik net zei over gym 6, waar die zat? Ja. Ja, daar zit hij ook. Oké. Okay. Het was geen leugen. It was not lying. I was always speaking the truthing and nothing but the truthing. Oh, moet je bij die ice gym dan ook al fout doen? Ja, gelukkig heb ik dat al gedaan. Ga je wel naar onder als je hem fout... Ja, oké. Okay. Ja. Alleen de trap niet. Oh, jawel, de trap in de binnen... Trap ja, die is gewoon oké, zeg maar. Oké. Okay. Dat is niet gerandomized. Nee. Oké. Anders was het echt heel lastig geweest. Nee, maar daar hebben ze wel over nagedacht. Maar over Watson hadden ze blijkbaar niet nagedacht. Nee, nou ja. Shit happening. Weet je wat ik irritant vind? Dat ik ook de Fiery Path nog nergens ben tegengekomen. Ja, die was ik wel al tegen. Vandaar dat ik Slugma heb. Daar ben ik wel blij mee. Volbeat. You got the power to know. Alleen, ik heb opgezocht hoe je de Amulet Coin krijgt. En die is er bij mij helemaal niet. Amulet Coin in... Oh, dat kan ik ook trouwens checken. Roselia, wat doe je? Roselia, zo moeilijk is het niet. Maak me gewoon dood. Verlos me uit mijn fucking lijden, Jezus. Raar. Ja, het is inderdaad... Je krijgt zout van je moeder nadat je gym 5 hebt gehaald, maar... Ja, ik heb gym 5 gehaald, maar krijg het niet. Ik ook niet. Ja, moet je niet alle eerste 5 hebben? Dat kan. Ik heb gym 4 nog niet gedaan. Ik heb badge 3 niet. Ik zie dan Watson, dat waarschijnlijk. Omdat Watson een klerenlaaier is. Okay. Wat is dat? Watson. Oh ja, ik weet wel wat ik... Dat vind ik niet. Een opblaaskrokodil. Ja, dat is hij wel. Oké. Okay. Ja, ik kan wel naar Watson toe gaan, maar daar heb ik niks aan. You Watson? You want? You Watson, you lose some. Die vind ik wel grappig. Wacht, was dat nou Mew? Ja, want ik heb een Mew al heel lang. Oeh. Die is ook binnen. Dan heb ik hem gehaald als ik die straks heb. Oké. Okay. Maar die is wel, natuurlijk wel lastig te vangen. Hoe werkt deze puzzel? Met magische poeder. Magische poeder. Pokémon. Dankjewel voor de safari zon. Dan moet je buiten de gras om. 16. Ook niet echt. Hè? Oh, ik snap niks van deze puzzel. Oh, never mind. Huh? Weet je nog dat ik zei dat ik niks van de puzzel snapte? Ja. I did it. Ah. Ah, dan ben je goed bezig, man. Yes, you did it. Oké. En door het bos. Het lukte. Het is moeras trouwens, man. Ah, ik heb eindelijk een poken af. Maar ik heb nog geen magical. Zou ik hem eerst moeten verzwakken? Misschien wel. Oh, maybe. Oh, wat ben ik zo blij dat ik escape ropes heb gekocht. Oh, anders was ik gesoffeld. Ja?
Dat heb ik wel grappig gevonden. Nee, bro. Kijken. Ik ga weer hier naartoe. Je match calling. Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Generation 1 Pokémon. Dat is wel ziek. 10, 20. Tenminste iets. Deze kan ik afvinken. Oh, ja, dat staat ook gewoon bij, bro. Gen 1 Pokémon. Ik heb er 1. Volgens mij heb ik er maar 1. Nice. Oh, staat het in Pokédex? Nee, maar in Pokédex. Waar zie je dat staan dan? Hoeveel je er hebt? Ik heb die match, ik heb die Pokémon af. Ah, oh, daar staat het erbij. Oké. Oké. Ja. Afmaken. Afmaken. Hey, nice. What's up? Ik wist helemaal niet dat je die hier kon vangen. Kabooming. Wie heb je? Dat is leuk, man. Ah. Nou, nice. Had ik die al lang kunnen hebben. Echt? Misschien heb ik ook wel. Yeah. Easy. Oké. Waar kunnen we naartoe? Eventjes makkelijk. Ik weet ook niet. De weg. Oh. Het is wel leuk dat ik dit doe, maar ik heb helemaal geen kut. Ja, die probeer ik ook te doen, maar daar moet je kut voor hebben. Oh, shit. Yup. Wat is dit? Ik moet hoog level Pokémon. Hier was center toch center? Nee. Oh, wacht. Ik weet. Hoe was ik... het oldeel? Daar was hier? De center. Nee. Dit was de center. Nee, dat moet ik niet. Ik moet healen. Ja. En dan... Eigenlijk... Ja. Misschien... 1. Oh, nee, dat... 2, 3, 4. Oh, waar ben ik nu? 4, generatie 1 Pokémon. Alles goed, hè? Oké. Waar kan ik heel makkelijk nog eentje van? Moeilijk. Dat moet ik niet doen. Pokémon. Hier kan ik volgens mij wel. Oh, dit zijn al Meryl. Oké. Tentacruel is er eentje. Nee, ik moet niet runnen. Ja, daar ben je. Dat is 5. En dan... Fuck, en nu kom ik Pokémon trainers tegen. En zo net toen ik het wilde, toen niet, hè? Fucking hell. Toen hadden ze geen zin. Ja, nou, ze maken maar zin. Jezus. Ze moeten maar zin maken. Oh ja, dat heeft helemaal geen zin, want daar zit helemaal niks. Oké, dit is Pokémon Center, dat is goed. En niet goed tegelijkertijd. Is goed, maar ook weer niet. File, save, slot, 1, doe maar. Dit. Shift 3. Oh, het is gym 2, aha. Die heb ik inderdaad al. Fuck, my life. Dat is wel... Kan ik weer die stomme double battles doen waar ik helemaal niks aan heb? Wacht, hoezo was ik gehield? Ik was toch op zoek juist naar... Oh ja, ik had de Pokécent gevonden, dat weet ik weer. Ik weet het weer. Goeie. Helemaal vergeten dat ik Pokécent had gevonden. Ach ja, kan gebeuren. Wauw. Ja, survival. Ik moet hoog level Pokémon trainers tegenkomen eigenlijk. Hey, Doduo, dat is... Oh, Rayquaza! Nou, dat is wel zo'n hoog level. Oh, hij is weg. Nice. Ikon. Icon. Since you we go. I can breathe. For the first time. Yeah. Yo, is that a victory routing?
Oh shit. Shit, bro. Oh, Wally. Oké. Okay. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. Rock throwing. Oh. Nou, dat werkt niet. Spear, dat is 5. Rock throwing mechanic. Dat is. Nog steeds 5. Storm, shit. Throwing. Dat is 6. Oké. Okay. Oh, damn it. Ik mag hem ook afkruisen. Goed zo, Eng. Heel goed ding. Oké, okay, card ervoor. Dan blijven we gewoon in. Bite. Volgens mij was er hier nog iets. Weet je waar ik wel echt van baal dat ik die Pokénef niet heb? Ja, snap ik. Want ik denk dat ik al 20 namen heb namelijk. Oh ja, dat zou best kunnen. Ja, maar hoe kan je dat weten, hè? You're waiting, niet. You need to be waiting. Oh! Oh, ik heb eventjes Casual de game uitgespeeld. Oké, okay, nee. Oh, je hebt wel les. Ik heb wel Casual... Rayquaza... shit laten... save of zo. Dat is best wel een goeie ding. Ik ben ook goeie ding. Heel goed bezig, Sander. I redding the worlding. Sandering met whirlwinding. Sandering heeft de opmaagding van Pokémoning. Map, bingo, randomizing. Dat moet er wel bij worden gezegd. Oh, daar heb je Mew gevonden. Ah. Ah ja. Wat was het? Oh ja, hier heb ik nog één ding niet gecheckt. Ga weg. Nee, niet jullie, trouwens. Jullie moeten okay. blijven. Oké, okay, doei. Ik zei nog zo, jullie moeten blijven. Doe ding. Godsamme, maat. Ik vind het zo interessant dat ik niet naar Mos Diep kan vliegen. Oh, dat wederom omdat ik die center niet heb gevonden. Zeker. Yep. Ah, zucht. Een dubbel altijd die Pokémon Centering. In de centering van de Pokémon. Van de muziek ook. Voor Nick. Mm. Wordt ineens niet. Magikarp level 13. Oh, dit duurt nog zo lang voordat hij een leveltje upping is. Oh, Flowing Storm. Mag ik een Mago Weathering en dan even kijken wat. Fury Attack. Oh, Fury Attack is toch ook gewoon multi-hit? Ja. Oh. Huts. Oh, hij gaat zo hard winnen. Kijk, wat... ik sta gewoon voor, hoor. Ik weet het niet. Ja, wel, man. Ja, ik heb er 15 en de ander heeft er 14. Oh. En ik heb er 5. 7. Oh. Ah, ja, nog steeds tering weinig. Dat klopt. Oh. Daar kan je ook niets aan doen. Nou, misschien wel. Ik denk echt dat ik compleet niet goed ben in deze game. Ik denk echt dat ik de verkeerde tactieken gebruik. Maar je bent ook nieuw met dit, hè? Dus... Ja, dat is waar. Ja. Dat scheelt ook wel. Dus het is ook even een stukje gewenning. Van hoe alles in elkaar zit. Dat is waar. Dit is niks. Dit is letterlijk waar ik net ben geweest. Okay. Oh, hier heb ik ook nog niet gecheckt. Ah. Oh, ik ben hier weer. Dit kan ik wel. Dude, ik alleen maar Magmarine. Ik heb die aqua fucking chick nog niet eens één keer gezien. Ja, dat snap ik dat je dat nice vindt. Oeh, Maxi. Niet de... Dus niet de Maxi. Ja, ga maar weg. Doei. Wat is dit? Ah, fuck. Waarom heb ik ja gezegd? Oké, F1. Weet ik niet. Dat moeten we niet willen.
Dus dit is niks. Oh, May Battle. Kijk, dat is op zich wel redelijk oké. Wing attacking. Nu heb ik alles al gecheckt. Wacht. Op de route. Wing attacking. Kom op, we doen nou niet steeds protect, gast. Wat ben je voor losering? You do be in... Hey. You might not losering noemen? Oké. Can you please not losing? Hey, hoezo... Oh, fuck, dit is kut. Oh. Is letterlijk nutteloos. C4 Cavern. Ja, maar dan heb je alleen maar Maxi. Die wil ik niet. Oh, eigenlijk moet ik natuurlijk verliezen, want dan kan ik is the rain. Ja. Wat is dit? Mover, delete ring. C4 Cavern. En ik had wat andere. Wat pak is dit? Oh, ik ben hier trouwens... sowieso nog nooit geweest, bro. Die kant had ik trouwens nog niet op. Ah, jawel. Wat was dit dan? Strengthening. Dude, heeft iemand al überhaupt die Master Ball gevonden? Nope. Ja, dan had je misschien ook direct Electrode, wou ik zeggen. Yep. Kijk. En die heeft ook nog niemand. Stelt dat als ik vanaf, zeg maar, ik ga die museum in, dan betaal ik, dan ga ik naar boven en dan weer naar beneden. Dan ben ik toch weer in die museum zonder te betalen. Telt dat? Nee, dat zei dinges ook. Dat zei Sander straks ook. Nee, ik heb echt expres letterlijk niet betaald, zeg maar. Dus dat je echt te weinig geld hebt om door te kunnen, zeg maar. Ah, oké. Ja, dat wordt heel erg lastig voor mij. kijk. Want ik ja, dan moet je de ingang ook vinden. Natuurlijk. Ja, ik heb echt tyfus veel geld. Dus dat gaat mij nooit lukken. Dan moet ik echt heel vaak doodgaan. Eén, Gravity. Ja, of alles. Of allemaal Pokeballs kopen. Dat is ook een plan. En dan moet ik weer even kijken waar die zit, want ik vergeet dat ik het vergeet. En dan moet ik nog een shop vinden. Oh, fuck. Ja, dit zou een softlock zijn. Als ik geen escape rope. Oh, het is dat huisje. Oké, maar ja, dan moet ik nog een markt vinden. Oh, wacht, maar die zit hier natuurlijk. Easy win. Dat je over softlock begon? Heb ik gezeving. Goeying. Dankjewel, Ing. No probleming. Ik koop allemaal super potions. En dan nog dit. Kan niet. Die. Oké. Okay. Nee. Wing attack. Oh, wacht. Aircutter. Doet op beide, kijk. Dat is smarting. Aircutting. Ah, fuck. dan moet ik weer terug vliegen. Fuck. Jij gaat lekker, of niet? Nee, ik ga de verkeerde. Ik ga twee keer dezelfde building in. Fuck. Oh, revive. Yeah. Oh, ja, oké. Okay. Ik heb hem nu zonder te betalen. Nice. Ja, en nu? Oh, Oddish. Moest je die niet ook? Yep. Ik denk dat jij wel gaat winnen hoor, Nando. Ja? Ja. Ik weet niet eens of ik voor sta. Ja, we staan gelijk. Oh. Alleen, jij hebt sowieso nog eentje niet die je makkelijk kan doen. En nog twee die je makkelijk kan doen. Ah. Dat doet toch onderscheid. Oh, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Je hebt er eentje die nog niet die je makkelijk kan doen. Ja, misschien dat je tegen die tijd ook dat ding kan winnen. Lily Cove. Kut. Oké. Okay. Enorm spannende muziek. Ja, ik heb bijvoorbeeld wel. Ik heb wel een Pokémon met Thief. Dus ik zou wel een item. Alleen er zijn geen Pokémon's waar je gegarandeerd een item van krijgt. Jawel. Ja? Ja. Maar ik ga het niet zeggen, want dan ga je nee, zo winnen. Nee, snap ik. Maar ik zit te denken. Ah, fuck. Oh, wacht.
Misschien weet ik wel eentje. Hier naartoe. Nee, dat moet niet. Oh, Safari Game. Ja, let's go. We hebben een Pokeblock case. Wat een boel. Ja, die moet je fixen voordat je dat kan doen. Nou, ik haat deze game. Officially. Nooit meer een map renderizing bingoing. Jawel. Dat wel. Dude, waar... dit is niet de route waar die zit. Maar in deze game, kun je trouwens Pikachu niet in de forest vinden? Nee. Ik dacht dus wel dat dat een ding was, maar... Oh ja, ik heb nog steeds de gym niet. Of, de gym? Nee. Jouw Electric. Nee, weer niet. Ik dacht dat jij wel een, zo'n hippe berry zou hebben. Hij heeft gewoon geen hippe berry, come on. What the freaking. Jij? Ja! Ja, 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 ja. Ik zag het, ik zag hem, ik zag hem. Hij at de Oranberry gelijk. Huts. Oh, I steal opponent's item. Alleen, hij vrat hem gelijk omdat hij nog half HP was. Ik zag Oranberry staan namelijk. Als dat niet zo is, dan, ja, dan moet ik het wel opgeven. Jawel, dat zal wel zijn, denk ik. Oké. En dan moet ik even nadenken, nee, want... Ah, doe ik. Ik heb... Wat heb ik nog niet? Ja, ja, ik ben rood. Oh ja, beat Aqua Admin. Ik herinner me wel dat ik eens in die observatorium ben geweest, maar... Ja, maar waar die zat in... Dat weet ik niet meer zo goed in. Wat is de Elite 4? Wat is dit? Is weer Battleburg. Die heeft Ice Type Moving. Range Form. Volgens mij moet ik hier gaan kijken. Nee, dit was Rayquaza. Knight Cave. Meteor Falls. Focus Center. Shipro. Oh, Magikarp level 19. Oh nee, net level 19. Fuck. En level 20. Gedenied. Ja, wat kut. Keihard. Okay, één leveltje op zich is te doen. Als ik het nu kan halen, dan kan ik het... Nee, ik ben nu ergens anders natuurlijk. Oké, yes, ik ben hier. Ja, oké, dan weet ik hoe ik terug moet komen. Dat is mooi. Zeker. Zo, kijk. Ja. Ik weet niet wat het is, maar altijd die Aqua Admin, die zit me altijd met die Bango in de weg. Ja, want ik heb alleen nog maar de onderste verdieping gevonden van die Weather Institute. Oh ja, dat heb ik hetzelfde. Fuck. Kijk of dingetje trouwens alweer terug is. Ik denk het niet, want ik ben nog niet naar mijn nieuwe Malville geweest. Ja, want die kan ik ook afstrepen, maar ik heb alleen Watson nog niet verslagen. Want voor de rest heb ik... Ja, ik heb in elke... Gym heb ik die shizzle al gedaan. Self-destruct. Yeah! Oh, wacht. Met je karp moet natuurlijk dan wel overleven volgens mij. Tander, ben jij al in leverage geweest? Ja. Ja? Volgens mij wel. Ik ben de enige die nog niet in leverage is geweest. Hij moet overleven, wat kut. Er moet een huisje zijn die ik heb overgeslagen dan.
Hoe hoog level is Lugia? Level 70. Oh, kijk, dat is mooi. Master Ballenking gebruiking. Wat de fuck doe ik mee daar? Ah, fuck, moet ik ook nog battelen? Dus je hoort helemaal niet uit het huisje cover. Oh ja, hier heb ik de Everstone gevonden. Do be a remembering. En dan zijn we weer. Ik weet nog wel een huisje waar ik niet ben geweest. Oh, maar ik kan niet vliegen. Dus dan kan ik er ook niet meer komen. Oh, wacht. Ik kan via Pacific Lock. Alleen moet ik dan wel langs alle trainers. Fuck. Surf ik ook nog eens. Echt direct. In de line of sight. Oh, het kan niet. Het kan niet erger. Oké, okay, goed. Gaan we. Oké. Want hier is Oh, dit is mijn vader. Oh, ik heb mijn vader gevonden. Nice. Oh. What the fuck? Meen je die? Ja, ik meen het. Nou, het ging niet om jou, maar ik ging via Pacific Lock ging ik naar Sky Pillar surfen. Want ik dacht, oh, maar je kan vanaf beneden, dan heb je die ingang. Dus dat zou ook nog een potentiële locatie kunnen zijn. Ja. Dus ik met mijn blije bek daarna inlopen, zit ik gewoon in een Sky Pillar. Dat trappetje, gewoon vanilla. Ja. Dus ik denk, oh, okay. Ik loop gewoon door. En dan op een gegeven moment denk ik, wacht, ik ben hier al een keer geweest. Maar dan kom ik niet meer op die locatie waar ik naar binnen ben geweest. Dus ik loop door en dan vind ik inderdaad de locatie die ik al had gezien. Want daar zat Ho-Oh namelijk. Ah. Dus ja, ik kon gelijk weer niet meer terug. Ah, fuck. Dat is wel kut. Ja. Maar ik heb surf. Ai, lekker man. Milan, zit je in mode focus? Nee, ik heb meer een beetje het probleem dat ik niet zo goed weet wat ik nou moet om wat ik nou zou kunnen halen, zeg maar. Dat probleem heb ik nu een beetje. Ah ja, ja, dat is wel zuur. Nou, ik kan je in ieder geval zeggen, Shoal Cave is niet gerandomized. Nee. Dat weet ik nog van de vorige keer. Shoal Cave? Denken, welke is dat natuurlijk aan? Dat is die cave boven Mos Deep. Mos Deep. Ah. Oké, okay, wat is dit? Een markt. Helemaal voor saus hier naartoe gesurfd. Oké. Nee. Het kan niet, het zal niet verkeerd zijn om even deze huisjes te checken. Oh, hij heeft echt nog maar heel weinig, dat is mooi. Level 21, ja, ik heb Gyarados, kijk. Huts, dikke vet huts. Something. Dit was Lugia. Pokémon. Zal ik die voorop? Ik had even uit moeten zetten in mijn instellingen dat die cursor niet laat zien op beeld. Oh ja, dat heb ik ook. Want ik heb gewoon heel vaak de cursor in beeld staan. Nu kan ik. Kijk. Vol minuten. 6. Oké. Okay. Okay. Wat is dit? Oh ja, dit liep dood. Nou, dan weet ik al wat ik ga doen. Kijken wie kan het leren. Ah, perfect. Oh, ben ik hier gewoon? Oké, okay, let's go. On the double. Ja, maar dit stukje hebben jullie natuurlijk ook sowieso al. Ik heb deze al gedaan, toch? Ja. Dan gaan we hier naartoe. En dan doen we surf, surf. Bam, bam. Oké, dat is één. Kut, ik heb... Kut, wat? En dan surf, surf. En dan double check Hoenn map. Ja. Reggie Ice. Ja, daar heb ik ook niet zoveel aan. Goed. Oh jee. Wat nu?
nog die admin zoeken. Ik wil die admin hebben gevonden. Welke admin hadden jullie tegengevochten? Ik ben er twee tegengekomen. Eentje in die hideout rechts van Denk, zeg maar, van Lillicove. Maar er zit die admin toch niet? Met die Nou, die ben ik tegengekomen. Dat is niet degene die ik heb verslagen, hoor. Oh. En... Nee, maar het gaat om die je hebt verslagen. Mm-hmm. Welke was dat? Daar ben ik. Was het die in de Weather Institute? Of was het die in C4 Cavern? Die heb ik verslagen in C4 Cavern. Oké. Okay. Ja, nou ja, daar kon ik sowieso niet komen, want ik had geen Rock Smash. Dus, ja. Even kijken, hier had ik alle huisjes al gecheckt. Dude, als de tijd om is, dan wil ik heel graag weten hoe jij in je leverage bent gekomen. Leverage is toch niet zo moeilijk? Nou, voor mij wel. Ik ben nog 0 keer in leverage geweest. Ik kwam net nog weer een keer in leverage, alleen ik probeerde nu weer te komen en het lukt me niet. Omdat ik het gewoon niet meer weet. Shit. Heb je... Want leverage is toch die... Dat stadje met dat... Waar Gym 4. Waar de bubbelbad daar is, toch? Ja. Ja, ik kwam dus bij de bubbelbad. Toen deed ik teleport met Natu. En toen kwam ik gewoon voor de Pokémon Center uit. Oh. Dan heb je ook al die Pokémon Center gevonden, überhaupt. Ja, die heb ik nog helemaal niet gezien. Misschien dat ik het niet voor hetzelfde stuk moet doen, denk ik me net. Heb ik trouwens überhaupt... Ja. Want we hebben nog maar 3 minuten. Heb ik deze markt... Ah, dat is hier. Daar heb ik dus ook echt niks aan. Dit is de Leverage Pokémon Center. Maar dan zou ik nu toch moeten kunnen... Ja, dan moet je daar healen en dan doodgaan. Nee, want ik heb gewoon fly. Oh, ja. Ik kan niet vliegen. Naar leverage. What the fuck? Wat is dit voor logica? Je hield daar, maar je kan dan niet fucking daar naartoe vliegen. Ja. Nou, what the fuck, maat. Dan moet ik doodgaan. Oh, wacht. Dan heb ik wel een idee wat ik kan doen. Hier heb ik niks aan. Verkeerde. Want dit gaat naar een Pokémon Center. Oh, wacht. Tuurlijk. Als ik dan toch hier ben. Nando. Ja. Mag ik jou bekronen tot winnaar? We hebben nog maar 2 minuten, bro. Ja. Ik wil nog even door. Nog even. Okay. Nog even. Okay. Ik wil in leverage. Oké, ik ben eindelijk in leverage. Maar ik heb alleen een Makuhita nu. Dus ik wil kijken. Oh, de rest is dood, of? Ik heb alles uit mijn party gedropt om dood te gaan bij Wallace. Wauw. Nee. Wow. Oh, ik heb hem gevonden. Yeah. Oké, okay, maar... Wacht, kan ik nu wel vliegen? Oh, ik heb natuurlijk geen fly Pokémon. Kijken waar... Oh, dit gaat bij Sydney. Ja, kill me alsjeblieft. Wat is dit? Een Pokémon Center, oké. Okay. Dan kan ik Rayquaza pakken. En dan fuck die andere Pokémon. Het is 4 uur, Nando. Nee! Je hebt gewonnen. Oh, ik wilde nog tegen haar vechten. Gefeliciteerd. Heb ik alsnog meer van die vakjes? Ja, je hebt twee extra vakjes. Damn, bro. Oh. Heb jij uiteindelijk wel kut gevonden dan? Ja. Wauw. Dude, weet je waar die zat? Nee. Dan moet ik even een escape rope gebruiken, want dan kan ik het ook op cam laten zien. Okay. Escape rope, fly. Ik kan nu wel daar naartoe. Moss Deep? Ja. Toen ben ik naar dat huisje onder de Space Station gegaan. Ja. En ik ben al een keer geweest, maar ik had de Megabike nog niet. Dus ik ging met de bike er doorheen. En dan kom je in het huisje met die guy die kut geeft.
Wow. Dat heeft me gewoon de game gegeven. In principe. Yep. En blijkbaar om bij die Aqua-admin te komen, ben ik ook al een keer eerder geweest. Ah. Dus ja, maar dat weet je dan niet. Nee, precies. En ik heb gewoon... Maar ging die echt fucking slecht. In het begin ging ik echt fucking hard. Alleen ja, toen ging het opeens wat minder hard. Ja, en we hebben ook nog een mazzel. Nou ja, eigenlijk de pech dat we Torment allemaal niet konden fixen. Ja. Yeah. Waar die zat, geen idee. Ja, hij zat in die battle tent, maar die is eruit gerandomized. Ja, en de multi-hit move was echt een pain in the ass. Ja. Ja, dat was ook wel een beetje... Ja, maar als je Doduo hebt, dan als is je Doduo best hebt, wel makkelijk. Ja, maar ik had Natu. Je had door moeten zoeken, want je hebt ook Psyduck niet gevangen. Want jawel. Die kon je daar ook vangen. Jawel, die heb ik gewoon aangekruist, hoor. Oh. Oh ja, dat is jouw kleur, dat is niet die van Sander. Oh, oké. Okay. Hey, ik heb echt fucking slecht gedaan voor mijn gevoel. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, je hebt er 9. 6, 7, 8. Ja, oké, okay, 9 met Torment. Ja. Nee, je hebt wel één vakje die ik niet heb. En je hebt ook een, volgens mij dacht ik, een vakje die Milan niet heeft. Oh nee, dat dan weer niet. Maar je hebt wel een vakje die ik niet heb. 6 different Pokémon uit Gen 1, die had ik als eerst. Ja, die had je. Dat was de enige die ik als eerst had. Maar voor de rest heb ik echt 0 vakjes die iemand anders niet heeft. Yep. Maar ik moet zeggen, ik vond het ook erg lastig hoor. Poeh, maar ja, nu weet je wel een beetje hoe het werkt. Dus de volgende keer gaat het zo. Ja, maar ik weet nog steeds geen tactiek, Milan. Ik weet nog steeds geen tactiek. Er is ook niet echt een tactiek. Het is gewoon met de flow gaan en dan geluk hebben dat je dingen tegenkomt. Kijk. Ja, want mijn tactiek was dus om heel veel terug te gaan naar Battleburg en Odeltown. Want daar wist ik een beetje waar shit naartoe ging. Waar shit naartoe ja, dus, maar uiteindelijk moet je zoveel mogelijk verschillende plekken vinden natuurlijk. Ja, je moet nieuwe shit vinden. Ja. Dus... Anders moet je een keertje gewoon een normale map randomizer doen. Want dan begin je wel een beetje de stress te kennen. Want het ding is, het eerste stap is gyms noteren. Nee, maar dat is niet met die bingo dan. Maar gyms noteren en gewoon zo snel mogelijk sterke Pokémon vangen. Ja, dat is wel de beste strat, ja. Zo snel mogelijk. Ja, want die Graveler, in het begin hielp die wel heel erg. Maar ja, op een gegeven moment... Het is je kan het beste inderdaad gewoon een legendarische van level 70 vangen. Als je dat hebt, dan kun je gewoon... hoe heet het? Dan kun je ook heel makkelijk andere Pokémon trainen. Dan moet je nagaan als we geen safe state zouden doen... Ja, dan was zou het helemaal heel kut geweest. Ik heb die ook vrij weinig gebruikt. Dus misschien is dat nog dat is ook iets wat... Ja. Dat is ook wel iets wat je moet... Ja, dat probleem had ik ook in het begin toen ik het met Milan deed. Oezie. En wat ook nog echt belangrijk kan zijn... Is de masterball. Maar niemand heeft de masterball gevonden. Nee. En die Amulus coin snap ik niet waarom je het niet deed. Nee, dat snap ik ook niet. Je moet Gym 5, de Balance Badge, halen en dan naar Little Root en dan zou je moeten krijgen. Trouwens, als Watson in de gym stond, dan had ik ook dit vakje erbij. Yep. Dus dan was het al helemaal een feestje. Watson in de gym stond, had je Battle Every Trainer? Ja, want ik miste alleen nog Watson. Ik kan nu op beeld wel even laten zien. Ik heb alle badges. Maar Watson staat bij mij dus wel gewoon in de gym. Ja, bij mij ook. Alleen omdat hij de 8e gym heeft gehaald. Dan gaat Watson naar buiten, zeg maar. Omdat je dan de key krijgt voor een nieuw Marvel. Volgens mij al vanaf gym 5. Oh, vanaf gym 5 al. Maar misschien omdat ik gym 8 had gedaan. Dacht hij zo van, nou ja, ik ga niet terug naar de gym totdat je... Nieuw Malfol in bed geweest. Maar die heb ik ook niet gevonden. Want anders had ik ook een Magnemite of een Voltorb kunnen vangen. Mm-hmm. Ja. En even kijken welke nog meer. Macho Brace. Ja, dan moest je, want ik had die hele familie uitgeroeid. En toen moest ik het huisje in. Maar ja. En toen kwam je in een Sertopolis. Ja. En kijken, de Blue Flute was ook weer... Dan moest je in dat huisje met die glasmakers op route 113 naast Excalibur. Ja. Maar dat leidde ook weer naar iets anders. Dus dat was ook... Daar is misschien nog wel waar ze aan moeten werken misschien. Want die huisjes, die kan je gewoon nauwelijks vinden. Ook de Game Corner. Niemand heeft de Game Corner gevonden. Ja. Ik heb de vorige keer welke wel de Game Corner. Wat bedoel je dan?
Waar je gewoon de specifieke items en in-game trades kan doen. Want de vorige keer hadden we in-game trades op onze kaart. Maar we hebben allebei gewoon niemand gevonden. Nope. Nou, dat valt het wel een beetje samen. Ja. Ja. Maar ik vind de bingo echt veel leuker dan de gewone map randomizer, hoor. Voor mij ook heel erg een nadeel is dat ik ben niet zo goed met Emerald. Als in, ik weet heel weinig shit en... Google! Dat is waar. Ik heb ook alles gegoogeld. Gewoon... Ik denk dat het makkelijker is als je een tweede scherm hebt. Ik heb ook een tweede scherm dus. Maar je kan ook, weet je wat je ook kan doen, Sander? Sandrino. Gewoon op je beeldscherm de Visual Boy Advance, je internetbrowser en OBS dan verdelen. En dan Discord kan je gewoon klein doen. En ik weet niet of jij nog iets anders hebt qua scherm, maar dan moet het op zich nog wel te doen zijn. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Of een aflevering van deze video. Ik wil het graag nog een keer met jullie doen. Ik vond het veel te leuk. Zeker. En, zie ik jullie graag de volgende keer weer. Adios, amigos. Hey, you.